Oh, ja, ja. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Je hebt mooi gevochten, alsjeblieft. En ook, heb je, ik weet niet of je dat hebt gezien, die speech. Voor elk gala begint, geeft hij zo'n speech. Ja, today this is your day. You're going to prove you are the best of the world. There's 50k bonus waiting for every single one of you. Pff. Als hij dan naar de ring vertrekt, jij ziet dat, die zijn helemaal gepompt. Ja, die wil echt iemand vermoorden. Zeker. Maar die houdt toch wel simpel, hè. Je hebt motivatie nodig. Geld is je motivatie hier. 100%. Niks anders. 100%. Ik zweer, niks anders. Ja, ja. Maar ik begrijp dat ook wel, voor 50k. Ja, ja, ja. 50k bonus. Dus ja, ja, bonus, hè. Ja. Wedstrijd van de avond, bij een interview, komt die gast naar binnen en zegt hij, congratulations, 50k. Je ziet die man... En plots uit de niks, hè. Ja, ja. Niet van, kijk, als je vandaag goed weg, dan gaat je 50k. Nee, 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 gewoon. Ineens. Vandaag heb je mooi gevochten, hier, 50k, alsjeblieft. Nee. Echt duur, ja, ja. Echt zo. Je ziet mensen gewoon wenen in de rug, oh ja. My god. Maar het ergste is, die mensen, het grootste deel dat daar vecht in, zijn Aziatisch. Ja. Zijn Thailand, ja. Indonesië. Dat zijn landen, als je daar $50.000 hebt, oh, je kunt daar 10 jaar van leven, praktisch. Misschien Amerika, hè. Ja. Hier is dat... Dat is weg. Je komt in België aan, vadertje staat, zegt ja, 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 dank u, 30%. Ja. Ja, die trainer zegt ook hier 20%. Ga maar met je 5k. Ja. Tenzij je trainer je broer is. Nee. Ja, bij mij niet. Geen 1 cent. Ik heb gratis training. Dat is alles wat ik krijg van u. Gratis training. Broer, ik los geen cent. Dat is Team Chalouki op de deur, toch of niet? Ik ben toch ook zo gelavig. Klaar. Nee, dat is het woord. Dus bij u is dat geval dan? Nee, bij mij is... Wij werken samen. Dat, ah, ik geef les. De manier hoe ik les geef, ik ben daar elke les. Dat zorgt ervoor dat de mensen naar de gym zeker, komen. En van liedgelden en zo pak ik niks. Ja. Dus hij heeft eigenlijk de organisatie. Oh, deal, ja. Maar als ik vecht... 2 meter afstand. Die naar mij komen. Of jij klappen moet ontvangen, ja, ontvang je ook al het geld. Ja, voilà. Exact. En wanneer dat one contract en zo'n werking gaat, vriend, dan gaat dat misschien zijn. Ik heb gezien, ik heb 50k gepakt. Hij heeft al gezegd tegen mij. Hij zegt, als je one gaat tekenen, we moeten nog eens praten. Ik ben voilà. Het is te laat. Opnieuw onderhandelen. Het contract is getekend. Laat mij weer eens. Ja, man. Welkom, welkom, welkom. Welkom bij Podcaster Perspectief. Welkom. Vandaag hebben we alweer een heel interessante gast. Ik kijk hier enorm naar uit. Een van mijn persoonlijke favoriete uitnodigingen, om het zo te zeggen. Nice. Ik ben niemand minder dan Youssef Chalouki. Misschien moet jij dat doen, je doet dat beter dan mij. Dat is dichterbij. Doe dat beter, hè. Ja, maar zo weet je die... Die hand gaat naar boven. Ja, ja, ja. Je moet dat hebben. Je hebt of je hebt dat niet, broer. Dat is een feeling. Het is wel een poging gedaan. Dat is een goede poging. Dat is goed. Zwaar, ik weet wel wanneer ik moet stoppen. Dat wel. Dat is waar. Snap je? Dat is... Hé, hey, je weet niet wanneer je moet stoppen. Oké. Okay. Positief en negatief. Zijn jullie familie? Zijn jullie broers of zo? Nee. Gelukkig niet. Lijken op elkaar. Nee. Zo. Ja, jullie hebben iets van elkaar. We krijgen dat wel. We krijgen dat wel. Iets van elkaar. We horen ook wel vaak dat ik knapper ben. Ja. Dat is waar. Lange haar is aantrekkelijk. Manbun en zo. Hij snapt het. Ik ben mee. Ik ben mee. Youssef, welkom, je broer. Dank je. Zoals ik zei, ik kijk hier dan naar uit. Ik ook, eerlijk gezegd. Van alle podcasts, deze volg ik wel echt. Top, ik ben geen podcastluisteraar, maar ik heb heel veel gasten gezien die ik ken of ook al volg op social media die hier terecht zijn gekomen. En dan heb ik altijd gekeken. Daarom dat ik hier naar uitkijk, dat is hier heel gemoedelijk. Echt gewoon een babbel. Klopt. Dus daar hou ik van, daarom. We horen dat wel graag. Ja, we krijgen graag. We vinden dat nog altijd gek soms als we zo'n leuke gast uitnodigen. Soms krijgen we de reactie van, eindelijk. Ja, zo van ik was aan het wachten op deze uitnodiging. Ja, wat ik zeg, ik heb er 5, dit is de 5e en 4 andere is papier. En echt, ja, oké, nu ga ik dit vragen, nu ga ik dit vragen, nu ga ik dit vragen. Nee. Maar hier is, jullie weten waarschijnlijk wat jullie willen vragen en dat komt gewoon aan bod. Ja, dat is nog het ergste, we weten niet wat we willen vragen. Dat komt gewoon. Ja, dat is ook de bedoeling, denk ik, een beetje van heel het podcast gebeuren. Ja, we zijn van nature ook nieuwsgierige mensen, denk ik. Ja, dat doet veel. Dus als je van nature... Want ik wil echt weten wat je doet, hoe je dat doet. En dat maakt het makkelijker voor mensen die bijvoorbeeld Uni kennen of die ook gewoon dat willen weten. Ja, tuurlijk. De nitty gritty. Ja, 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 dat is ook. 100%. Ja, 100%. Dat zorgt ervoor dat je automatisch, dat gaat als reflex. Klopt. En we hebben natuurlijk ook al heel veel afleveringen op onze belt staan. Voilà. We hebben geen effectieve belt zoals jij. Jullie verdienen dat. Als ik hier nog eens in de buurt ben, neem ik een belt mee. Ah, dat is wel mooi dragen. Dat was de voorzet, hè? Maar het was een belt. Ja, man. De volgende keer neem ik een belt mee. Ja, toch. Nu, Youssef, ik heb mijn verhaaltje opnieuw doen, wat ik net heb gedaan. Hoe ik u eigenlijk heb ontdekt. Ja. En dat is ook waarom ik zo uitkijk naar deze aflevering. Ja.
Dus hoe lang is dat geleden? Een jaar geleden? Anderhalf jaar geleden? Dat is denk ik 2 jaar geleden. Toch al 2 jaar, dat kan. Ja. Pak 2 jaar geleden ging je meedoen aan een Fusion-toernooi. Ja. Dat was een 8-mans-toernooi en er was een prijzenpot van 50k op tafel voor de winnaar van de 8-mans-toernooi. Dat is mooi geld, hè, 50k. 50k is mooi, ja. Is welkom. Ja, ja, dat is mooi geld, hè. Meer dan welkom. Ja, ja, ja. Nu, je hebt kans 1 op 8 dat je gaat winnen, hè. Ja. Maar dat is een mooie kans, hoor, 1 op 8. Voor mij was dat 8 op 8. Ik ging sowieso winnen. Ja, okay. Als ik ergens aan begin. Pas op, bro. Als ik ergens aan begin, bro. Broer, Boutassa zat in die pool, ja. Ik blijf thuis. Als ik niet ga winnen, blijf ik thuis. Zo vertrek ik. Elk gala, wie dat ook is. Dat is sowieso een goede gedachte. Ja, moeten. Maar ik wil maar zeggen, dat waren serieuze knokkers op de toernooi, hè. De beste in de Fusion. Ja, dat was geen simpel toernooiko of zo. Dat was echt wel heftig. In ieder geval. Een van onze vechters ging er ook aan meedoen. Dus ik was ook een beetje betrokken erin en ik was daar op de persconferentie. Ik was toen aan vloggen. Ja, van Usinio Gem. En zo naar Akkenduran. Voordat ik weer kletsen krijg van inderdaad, ik was wel in denken hier. Die geeft me kletsen als ik geen SO geef. Dus persconferentie, dus daar allemaal mooi op een rijtje. Iedereen kreeg vragen. Iedereen kreeg dezelfde vraag. De eerste vraag: ja, waarom doe je eigenlijk mee aan dit toernooi? De eerste vechter die zegt: ja, ik doe mee, want ik kom in eer hoog houden, zegt hij. Tweede vechter die zegt, ja, ik doe mee, want ik wil de beste zijn. Hè. Ik heb graag een uitdaging, weet ik veel. Hè. Hoe komen we bij Youssef? Youssef zegt, man, even serieus, zegt hij. Zijn we hier niet allemaal gewoon voor die 50k, zegt hij. Het ergste is, dan beginnen alle echt kapot te lachen. Met andere woorden, ja, iedereen. Ik klop volledig. Daar op ons papiertje staat eer en gevoel dat ik de beste ben. Nee, vriend, ja, gewoon eerlijk zijn. Dat werkt ook. Ja, toch. Op tafel, exact. Daar zijn we voor. Allemaal hier. En wel, sinds toen ben ik je beginnen volgen op Instagram. Ja, en toen dacht ik, dit is een heel interessante voor de podcast. Ja. En ik had je altijd al op het oog om je uit te nodigen. En toen heb je meegedaan met Campasi. Ik dacht, dit is het moment. Ja. Dit is het moment, dacht ik. Dat is handig. Dat is leuk voor ons als we mensen uitnodigen die zo net meer als indenken. Gaande hebben. Ja, ja. Ja. Maar anders meer gesprekstof. Ja, tuurlijk. Anders is dat moeilijk, want sommige mensen komen die zeggen van ja, ik doe dat bijvoorbeeld, ik ben een kunstenaar. Hè. Maar je zit er snel aan. Ja. Je zit snel aan je conversatie. Ja, dat is niet de bedoeling. Maar nu, dus dat 8-man toernooi, dat is niet voor de mensen die aan het luisteren, dat is niet doorgegaan. Nee, het is afgelast geweest door een heel rechtszaaktoestand waar ik niet alles 100% van weet, maar is van tafel geschoven. Ja. Dus dat is niet doorgegaan. Als ik me niet vergis, ging het om vergunningen of zoiets. Ja, dat iets die in orde was van vergunningen. Dat was aan België, dat toernooi. Ja. Allee, België. Turnhout was dat zeker, hè? Ja, nee, dat was in of die Sportpaleis. Die persconferentie was in Turnhout, nee, het was ook in Antwerpen. Het was ook in Sportpaleis. Ja? Het gala ging in Sportpaleis zijn. Ah, oké. Ja. Ja. Okay, ja. Maar dat ging iets diks worden, dat hoor. Dat ging echt een overdreven graftoernooi worden. Maar eerlijk gezegd niet. Normaal gezien niet. Maar als je iets als Sportpaleis huurt, dan wel natuurlijk. Dus groter in Antwerpen wordt het niet. Dus dan ga je groter wel alles, in België wordt het niet Sportpaleis. Voilà, dan ga je alles moeten bewijzen. Dus als je voor zoiets kiest, moet je ook zien dat al je papieren in orde zijn. En waarschijnlijk was er daar iets misgegaan. Ja. Ik weet het niet. Ik was gewoon de vechter. Ik moest niks in orde brengen. Ik moest gewoon 50k eruit. Ik moest gewoon eruit pakken. Ja, man. Klopt. Helaas. Nu, sinds die tijd heb je wel meegedaan aan andere vechtpartijen. Ja. En zoals ze net zeiden, vooral die laatste van u. Ja. Wat je daar hebt gedaan, joh. Dat is hard, hè? Man. Je hebt de nummer 6 van ONE FC. Ja. Heb je op knockout gewonnen? Ja. Niet op knockout. Ik heb die 2 keer 8 tellen gegeven. Ah, was dat geen knockout? Nee, geen knockout. Maar dat is ook een fucking monster, hè? Ja, dat hij daar niet is neergegaan. Ja, overdreven. Mijn handen waren alle 2 geblesseerd. Van op zijn hoofd te slagen. Knokkel, barst, hier pols kapot. Gewoon echt van op zijn hoofd te slagen. Ja, man. Harde hoofd. Maar dat moet dan wel ver gaan ook zelf, hè? Overdreven. Als je blijft kloppen totdat je enkel, totdat je elleboog, je pols en, bedoel ik. Ik zei dat ook tegen mijn broer. Hè. Ik zeg, deze is zelfs niet meer plezant. Want vanaf dat je pijn hebt, elke stoot dat je geeft, oké, je tegenstander heeft pijn, maar je bent ook aan het afzien. In het begin, dus beginnelingen, C-klassers, nieuwelingen, die hebben nog die adrenaline, die voelen niks in de ring. Je mag op een blote scheen trappen 100 keer, die voelt niks. Maar bij mij, de kleinste tik voel ik. Ik heb ondertussen bijna 100 wedstrijden. Ja. Dus voor mij is het precies of ik ga op straat hier met iemand ruzie maken en scheen tegen scheen trappen 100 keer. Dat is voor mij dat gevoel. Ja, koud precies. Dus als je dan geblesseerd bent, is afzien. Dat is vies, hè. Dat is echt afzien. Vooral uiteindelijk, uw broer is uw trainer ook, hè? Ja. Uw trainer en de eigenaar van de gym. Ja, inderdaad. Jullie zitten in Antwerpen. Ja, Merksem. Merksem. Team is hij eerst begonnen? Nee, samen. We zijn samen. Het plan was, wij gingen nooit een gym openen. Mm-hmm. Mijn broer zei tegen mij, ja, kijk, je gaat nu A-klasser worden. Je hebt privé-training nodig, je hebt een klein zaaltje gefixt. Ik ga daar gewoon met u trainen. Mm-hmm. Hij was toen ook nog in shape, hij wilde ook nog wedstrijden doen. Dus de zaal was gewoon voor ik en hem. Mm-hmm. Dan hadden wij zo 1 keer per week een sparring georganiseerd, dat we af en toe een paar vrienden uitnodigden.
En voor we het wisten, waren we daar met z'n 50 aan trainen. Oh, en dan hebben we gedacht, oké. Ja, echt waar. Eerst was dat 3-4. Dan die 3-4 sparren, heel hard sparren door, vinden dat leuk. Die nemen nog eens 3 vrienden mee. Nee. Die nemen nog eens 2 vrienden mee. Ja, mijn kleine vriend. Ja, mijn zus, mijn neef, mijn broer. Voor je het wist, was die gym stampvol. Moesten wij ook ineens alles vol. Nee, dat is nog het ergste van al. Was dat maar. Maar dat is niet zo. Het is nog moeilijker. We hebben daar alle kleuren van de regenboog, man. We hebben daar jongens, meisjes, jong, oud. Onze jongste is, denk ik, 7 jaar. Oudste is, denk ik, 61. Oh, ja. Dus we hebben daar echt alles. Alle Belgen, Marokkaan, Turken, Zwarte, wit, alles. Jong. Dus dat is echt leuk. Het is echt familiegevoel geworden. Ja, dat is fijn, hè? En de sport, die staat er ook bekend voor, ja, hè, om alles samen te brengen. Ja, maar tuurlijk, dat wordt ook echt een familie. Dus ik denk na 3 maanden dat we hadden gezegd, oké, nu hebben we officieel een gym. Ik denk 3-4 maanden later moesten we wel leden stop doen, te vol. Echt? Ja, man. Sterk wel, ja. Dus nu is het... Dat is gek eigenlijk, hè, want je hebt veel clubs in Antwerpen. Te veel. Ja, je hebt eigenlijk, dus je zou niet verwachten dat zo goed zou draaien. Ja, wel, maar ik denk dat ook deels is omdat wij dat niet hebben geopend als we gaan een kickbox gym openen. Ja. Het is heel gemoedelijk gegaan. Ja. Zoals jullie zelf zeggen, als je hiermee bent gestart, het is gewoon een babbel en voor je het weet... Dat ontploft. Ja. Dus bij ons was dat net hetzelfde. Ja, dat is echt organisch gegroeid. Hè? Ja, echt gewoon puur zo. We hebben er ook geen moeite voor gedaan. We hebben niks speciaals gedaan. Gym is open, kom trainen en voor je het wist. Nu, we hebben wel nog geen wereldkampioen op de wereld gebracht. Hè? Eerste keer, voor alles een eerste keer. Ja, man. Ja. Dat is waar. Want wat zijn die credentials? Want we hebben er nog niet gezegd, een vechter, obviously. Ja, ik heb in totaal, hoeveel wedstrijden weet ik niet. Ik denk dat ik tegen de 100 zit. Profwedstrijden heb ik er nu, ik denk, 3-44. Okay, ja. En 3 verloren, 1 gelijk en 18 chaos. En nu ook Belgisch titel en 2 keer wereldtitel. Ja. Een wereldtitel via welke organisatie? 1 keer Infusion en 1 keer NDC. NDC is een organisatie waar Alasov titel heeft gepakt, Cedric Doumbé titel heeft gepakt. Dus ik was de vierde of zo. Frankrijk. Ja, dat is mooi, man. Alasov was ook eens gek dingen aan toen. Ja, fucking hell. Niet normaal. Heeft ook alle titels, hè, nu. Hey, is echt, wie had die laatst gewonnen? Superbon. Ja. Kou slagen, nee. Direct bam. Kan toch niet, joh. Wat doet je, joh? Niet normaal. Dat is die One FC, hè, maar dat is niet normaal. Joh. Dat is een organisatie wat nog niet van mensen hier in Europa kennen. Nee. Ja. Maar dat is echt... Eerlijk gezegd, hè, UFC is kak er tegenover. Ja. Maar die regels daar zijn ook soepeler. Hè? Dat is Muay Thai. Het enigste verschil is... Nee, maar die hebben ook MMA-partijen. Maar hun verschil bij MMA is, die mogen op de grond knieën geven. Zo net geen kopstoten. Ja. Soccer kicks, dus alles mag. Nee, jawel. Ook, ik zeg, bij hun... Die zijn heel open met de regels. En dat zorgt er ook voor dat die gaan nu in Europa beginnen. Ze gaan nu in Europa en in Amerika hun eerste shows doen. Maar als die eenmaal hier zitten... Die gaan die niet meer wegkrijgen. Ik had zo'n stat gezien van hun. Hè. Ik denk dat hun social media filmpjes meer worden bekeken dan de social media filmpjes van de NBA, van de NFL, van UFC, noem maar op. Ja. Dus die zijn super groot, want dat is in Azië heel groot. Ja. En Azië is fucking big, hè? Azië is fucking big, hè? Dat is echt daarom. En Azië kijk je niet naar UFC, en Azië kijk je naar One FC. Ja, echt waar. Dus die zijn echt super big en die moeten gewoon nog naar het westen komen. Welke zijn de grootste UFC-vechters die komen uit One FC? Zijn er voorbeelden? Er zijn er geen. Er zijn wel geswitcht. Je hebt Demetrius Johnson, die is van UFC, omdat hij zei, ik krijg hier geen geld. Hij is naar One gegaan en die zegt dat ook. Die zegt, ik heb nog geen één dag spijt gehad. Pakt daar pakken geld. Die wordt super hard geapprecieerd. In UFC was hij gewoon lichtgewicht kampioen. Maar in One is hij king. Supersterren. In Azië, de meeste lichtgewichte profs, die gaan naar die kanten. Ja. Omdat daar heel vaak die lichte gewichten Aziaten zijn. Er zijn niet veel heavyweight Aziatische mannen. Klopt. Dus gewichtsklassen zijn daar lager. Ja. Maar daarom, die worden ook gepusht. Hè. Ja, en je hebt er ook kwaliteitsvechters gewoon in Azië. Hè? Dat is niet normaal daar. Hè? Nee, hoe technisch die mannen zijn. Hè? Dat is ook cultureel, is dat heel veel. Dat zit in een DNA, dat is hun letterlijk. Hun leven, hun god. Die hebben letterlijk... Er zijn scholen daar, die leven daar. Dat is daar standaard. In China is dat overdreven. Er zijn mensen die gaan van Europa naar daar, om daar echt te... Israel Adesanya, kennen jullie? Ja, ja. Hij heeft daar, ik denk, 5-6 jaar geleefd in zo'n tehuis waar die niks anders doen dan eten, trainen, slapen. In Thailand heb je toch ook van die kamps. Zo'n Tiger Jam en zo. Net hetzelfde. Maar in Thailand is Muay Thai en China is K1. Ja. Dat is het verschil. Mm-hmm. Ja, zot. Ja. Wat doet jij liever? K1 of Muay Thai? Nee, ik ben K1-vechter. Ja? Ik ga nu wel beginnen trainen, Muay Thai. Maar ik ben K1-vechter. En wat is het verschil voor de mensen? Ellebogen en clinch. Maar die clinch ken ik. Ik heb dat vroeger ook altijd gedaan. Ik deed Muay Thai-wedstrijd in België. Mm-hmm. Heb ik er wel veel gedaan, maar dat is zonder ellebogen. Enkel clinchen. Ja. Dus dat ken ik. Zo gooien, controle en weet ik veel. Maar vanaf je ellebogen erbij doet,
Dan krijg je mannen die naar huis gaan met snee van hier tot hier. Maar bij K1 krijg je punten bij je gooien. Nee, als je gooit. Mag je hebt 3 seconden om iemand te gooien, maar dat is geen punt. Dat is geen punt, hè? Nee, ja. En dat is bij Muay Thai wel, hè? En niet alleen dat, in Muay Thai, het gestoord daar is in de worp. Je bent nog aan het vallen, je krijgt nog een penalty, nog een knie terwijl je op de grond bent. Dat is daar dat niet mag normaal. Gewoon, ja, dat mag gewoon, je. In Thailand heb je keiveel chaos waar mannen die vallen, 2 knieën op de grond, die krijgen nog zo'n penalty hier recht van voor. Ja. Mag je? En waarom mag dat bijvoorbeeld bij sommige dingen niet? Is dat gevaarlijk? Je kunt doodgaan. Hè? Een penalty tegen je hoofd. Als je een hersenbloeding, dan is het gedaan. Hè? Ja, dus daarom mag dat niet, maar bij hun is dat... Ook die zijn dat gewoon, als die vallen, die zijn niet zoals ons. Ik ga rustig relaxed opstaan. Die blijven echt... Die weten, er kan nog van alles komen. Die zijn nog scherp. Ja, die zijn echt nog scherp. Allee, ja. Ja, dat is ook. Maar zoals gezegd, je zit nu Muay Thai aan het trainen. Ja. De reden daarvoor is omdat je... Daar op het punt om te tekenen bij One FC. Ja. Hoe is dat gebeurd? Wel, ik heb mijn manager, die heeft, dat is iemand van Portugal, die heeft heel veel vechters in One zitten, maar ze zijn allemaal Muay Thai vechters. Mm-hmm. En hij heeft mij ook gezegd voor mijn laatste wedstrijd, omdat die jongen ook in One zit, heeft hij gezegd: als je deze wedstrijd wint, kun je gaan vechten in One, je debuut maken. Maar de reden is wel, enigste optie die ik heb is met 4-ons handschoenen, dus UFC handschoenen, en met ellebogen. Dus full Muay Thai wedstrijden. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dus ik heb tegen hem gezegd, geef mij mijn tijd. Nu spar ik enkel met kleine handschoenen en met ellebogen en met clinchen. En als dat op punt is, ja. En waarom is dat de enige optie? Geen idee. Omdat ze in One zijn ze de K1, het kickboxing, ze zijn dat een beetje naar beneden aan het halen. Ja. Veel minder wedstrijden kickboxing. Op een gala van 20 wedstrijden heb je zo 1 of 2 kickboxpartijen. Ja. Dus, en hij zei tegen mij, mijn vechters die moeten veel draaien. Dus Muay Thai kan je elke week vechten daar. Ja, dat is populairder waarschijnlijk. Ja. Dat is trouwens ook wel dik aan de One, dat moet ik ook vermelden. Die hebben een gala, of die hebben een evenement. Niet enkel MMA, enkel kickboxen. Alles. Die gooien alles in één event. Dat is fucking cool. Boksen zelfs nu. Ja, joh. Worstelen. BJJ. Hoe heet je daar? Mickey Musumeci. Niet normaal. Monster, hè. Die speelt met iedereen. Die ragdollt. Ja, ja. Als normaal. Jij die gaat zien, precies een oude vrouw dat die wandelt. Zo. Ja, met zo'n brilletje en zo. Ik zweer. Ja. Echt een sulletje. Ook hoe die praat en zo zelfs. Ja, echt een sulletje. Ja, echt een sulletje. Maar die eet u op de grond. Ja, echt, zweer u dat. Die trekt uw arm erin. Ja. Overdreven. De beste momenteel. Ik denk, hij en Gordon Ryan. Maar Gordon Ryan is al jaren met zijn gezondheid aan het sukkelen. Ja. Dus die Mickey vecht elke 2-3 weken. Dat is ook een heel andere gewichtsklasse natuurlijk. Nee, natuurlijk. Gordon is heavyweight. Maar dat zijn de 2 toppers in BJJ momenteel. Hè. Dat is waar. Ja. Nu, daar is ook veel praat over. Hè. Omdat er veel steroids worden gebruikt. Ja. Gordon is daar een voorbeeld van. Hij zegt dat ook. Hè? Gordon, je ziet dat ook wel aan hem. Hè. Dat is een... Dat is een blok van een vent. Maar eerlijk gezegd, allemaal. Als je die ADCC, ik volg dat, die jiu-jitsu, ik volg wel enkel dat. Ik weet niet zwaar in de sport, maar dat is zo'n beetje de Champions League van BJJ. Klopt. Niemand van hun gebruikt niet. Je moet die mannen zien hoe dat die opkomen. Ja. Dat lijkt zelfs niet meer op een mens, die zijn precies getekend. Maar hun regels zijn ook soepeler. Ja, dat maakt ook niet uit. En op zich, ik begrijp dat ook wel. Want dat is... Kracht speelt niet zo'n grote rol. Het is puur techniek. Die mannen zijn ook niet altijd elkaar aan het, met kracht aan het werken. Het is gewoon werken. Je kunt ook niet iemand knock-out slaan. Voilà. Ja. Dus dat is anders. Bij ons is dat vals spelen. Als je gekuurd, volgespoten bent, je gaat iemand doodslagen. Zijn die streng bijvoorbeeld bij One FC? Dat weet ik eerlijk gezegd. Ja, die hebben daar wel ook elke wedstrijd denk dopingtesten en ook dingen scan. Hydratatietest. Ja, ik ging zeggen, bij One gebruik je dat. Je mag niet weight cutten. Je mag niet meer als 7 kilo of zo weight cutten. Ah, oké. Okay. Wat het eerlijker maakt. Ja. Want anders, wat heb je bij de UFC bijvoorbeeld? Die maken weight cuts, maar wat ze doen is, ze drijven alle vocht uit hun lichaam. Ja. Dat doen ze eigenlijk bij kickbox ook. Pereira, hier, 17 bij kilo. Ons ook, 17 kilo. Pereira? Ja. En dan gaat hij op fight day, komt hij 17 kilo zwaar. Die weegt vrijdag, weegt hij 85 en die gaat naar de ring. 100 en 200. Nee, en het grafste van alles, hij trekt een foto... ochtend van de weging en hij post die op Instagram. Die en die post ook een foto ochtend van de wedstrijd. Zo van, en jij moet er nog tegen vechten. Tegenstander ziet dat ook, die gast weegt 100 kilo nu. Ja, dat is gestoord. Terwijl hij zelf 90 weegt bijvoorbeeld. Ja, maar die regels, daar wordt ook veel over geklaagd. Hè, over dat. Ja, daarom wat One doet, is eigenlijk veel beter. Het is eerlijker gewoon. One is eerlijker. Die trekken bloed en die zien hoe vochtgehalte in je bloed, hoe dik is je bloed. Ja. En dat geeft aan hoeveel kilo vocht je bent verloren. Ja. Nu, er wordt gepraat over dat er een zo'n soort van Olympische Spelen gaat gestart worden, maar on steroids.
Ja, ja. Je zou dat moeten doen, man. Dus je gaat gewoon letterlijk gekte van het freakshow krijgen. Ik zal wel voor zijn, eerlijk. Zoals de eerste, bijvoorbeeld. Zoals om te kijken, hè. Niet om mee te kijken. Ja, nee, stop te kijken. Ik ga er niet tegenover staan, man. What if ze er gaan kijken naar deze? Opletten met dit. Maar als je kijkt, K1 vroeger, dat was top van de top, maar iedereen was gekuurd. Maar die zeggen dat ook wel bij UFC, Vitor Belfort en zo. Die waren allemaal volgespot. Ja, ja. Overeem was geen mens. Dat waren precies drie mensen in elkaar gesmolten. Ja. Alsjeblieft, Bob Sapp. Dat was toch geen mens? Ja, wat was dat, Bob Groen, Sapp? Ik denk, als je bloed trekt, dat was groen. Als je wel een bloed ging trekken, overdreven. Dat was overdreven. Ja. Dat was next level, Bob Sapp. Dat is echt graaf. Dat is klasse, eerlijk gezegd. Maar dat was ook leuker voor het publiek om naar te kijken. Als je kijkt, een Badr Hari in die tijd, die gaat van, 85, van 90 kilo naar 110 spier. Die was even breed als Overeem in, ik denk, 7 maanden of zo. Dat is leuker om te zien dan. Tuurlijk, dat is een freakshow. Ah ja, en einde van de dag, oké, dat is niet gezond. Je maakt je eigen kapot, maar je maakt je eigen kapot. Wij als kijker, we hebben er toch niks aan. Wij krijgen enkel meer entertainment. Dat ik zou voor zijn. Maar ik zou niet meedoen. Ik zou kijken, maar ik zou niet meedoen. Ja, als er een onderlinge overeenstemming is, dan mag dat. Dat ging wel. Dat zou cooler zijn. Nee, ik ga akkoord. Maar is dat echt een ding? Of, ik heb dat Olympische gehoord. Spelen aan steroids. Ja. Holy shit. Dus die gaan dat doen. Dus alles, hè, alle onderdelen. Oh, dus zwemmen aan steroids. ik zeg maar, pak een kogelstoot aan steroids. Tegen iemand in tribune, zeg maar. Fucking hell, je gaat daar hulk zien. Ja, man. Dat is eigenlijk een goed antwoord op het zo streng worden van die dopingregels. Mm. Want het is leuk om te zien om het beide te hebben. Ja. Mm-hmm. Het is goed om te zien van, ah, man, ja. Iemand die on steroids, die kan even 17 meter hoog springen. de andere die springt 106 centimeter hoog. Klopt. Ja, man. Echt ziek. Eigenlijk, ik ben fan. Doe maar. Je zou je tickets kopen. Ja, man, doe maar. Doe maar. Als ONE-FC-vechter, waar gaan die partijen dan vaak doorgaan? Die zijn nu in Europa aan het beginnen, Europa en Amerika. Maar wat ik heb doorgekregen is, de wedstrijden gaan in Thailand zijn. Dus als ik zou, op het moment dat ik het contract teken, ga ik in Thailand moeten vechten. Bom. En gaat je dan daar wonen? Dan, dat weet ik niet af. Het moet allemaal nog gaan. Hè. Ik moet nog naar daar gaan. Ik moet winnen. Ik moet zien dat ik niet mishandeld word. Maar dat zijn gasten die met full Muay Thai zijn aan het vechten sinds hun 5 jaar. Ja, en je komt daar met je Europese K1-stijl. Ja. Dat gaat ook niet lang duren. Daarom heb ik echt gezegd, ik moet zien dat ik mij comfortabel voel daarmee. Anders heb ik daar niks te zoeken. Ook een elleboog die raak is, verminkt u voor de rest van uw leven. Ja. Dat is niet zoals een stoot en je gaat neer. Nee, dat is een snee, een kap van hier tot hier. Ja. En die handschoenen ook gewoon, hè. Dus die impact is veel harder. Ja. Ik heb geen padding. Geen dekking. Dat is een andere sport. Dat is een heel andere sport. Die dekking onderschatten mensen veel. Hè? Ja, want die bokshandschoenen zijn breed. Hè? Ja. Dus je hebt je dekking, je bedekt een heel groot deel van je gezicht. Maar met die kleine handschoenen heb je een hele grote lading, wat je niet meer dekt. Dus je moet echt je stance, en dat moet je allemaal veranderen. Je moet veranderen, je moet aanpassen. Dat is een andere sport. Letterlijk. Dus mijn close vrienden wisten als eerste dat ik dat hij gezegd van ja, je kunt gewoon vechten als jij wilt. Maar ja, doet dat. Maar ja, dat is precies of je gaat tegen een zaalvoetballer zeggen, je mag morgen bij FC Barcelona gaan spelen op het veld. Dat is exact dat. Je kunt niet gewoon zeggen, ja, doet dat. Als ik iets doe, als je iemand bent die de helft van zijn carrière heeft gewonnen, de helft heeft verloren, kun je dat risico nemen. Klopt. Maar snap je, ik ga ook niet met verlies heel makkelijk om. Als ik verlies, ik slaap 2 maanden niet. Ik voel mij slecht, snap je? Maar de meeste mooie carrières in de vechtsport zijn wel gecreëerd door die grote switches, hè? Bijvoorbeeld een Israel Adesanya. Ja. Die komt in een volledig andere vechtstijl. Die gaat naar MMA. Ja. Of een Alex Pereira, waar we het ook over hadden. Mm-hmm. Die gaat van kickbox naar MMA. Die Brock double Lesner. Champ. Ja. Brock Lesnar. Brock komt van WWE naar UFC. Die gaat letterlijk van fake-ass worstelen naar real-ass fighting. Dus dat is echt zo. Ja, daarom dat ik ook zeg, dat plan is er sowieso, maar ik wil dat niet gewoon roekeloos. Ja, ik doe dat, kom. Nee, dat is slim ook wel. Ik wil dat slim spelen. Ik wil niet naar daar gaan afgaan en naar huis. Als ik ga, wil ik daar wel echt iets doen. Ik denk, je wordt minder serieus genomen ook daarna niet. Als je bijvoorbeeld zou gaan en je gaat af en daarna kom je terug na bijvoorbeeld jaren trainen. Ik denk dat je. Voilà. Een hele carrière, al die wins, al die titels, al die dingen vergeten. Ah, dat is die gast. Ah, hij is gegaan, hij heeft pak slagtrein, hij is teruggekomen. Ja. Zo is dat. Dus maar ook daarvoor, hè, die keken neer naar de Westerlingen. Hè? Ja. In Muay Thai. Ja. Die denken, wat weet jij? Ja. Je hebt me gewoon een elleboog gebruikt, zeggen die. Ja. Maar eerlijk gezegd, terecht ook. Hè.
Dat is een, ja, ja. Zoals jij zelf zegt, dat is een andere sport. Dat is echt een heel andere wereld. Zelfs nu, ik ben nu... Dus zoals jij zei, Desanya en Pereira, die gasten hebben ook niet gewoon gezegd, ja, morgen ga ik MMA. Die hebben maanden getraind met 4 ons handschoenen, worstelen, rammel krijgen op training, voor ze in een kooi zijn gestapt. Ja, klopt. Dus ik heb eigenlijk gezegd, hetzelfde plan voor ogen. Zeker, als je in Thailand zou gaan wonen, man, het leven, joh. Ja, als je daar een kickboxgage in Thailand... Ja. Ik, even gesetteld, ik ben he. Geweest, hè. Ik zeg, dat is echt, ik heb er zo'n goede herinnering aan. Niet normaal, dat was gewoon een fantasieland. Ja, letterlijk gewoon zo'n een sprookjeswereld. Echt, letterlijk. Ik ook. Ik ben ook één keer geweest. Dat is overdreven. Dus alles is daar zo goed als gratis. Gratis. Goed weer, iedereen is gelukkig. Het paradijs gewoon. Een single door iedereen natuur. Vriendelijk. Iedereen is blij, alleen maar lachende gezicht. Servicegericht. Overdreven. Dat is echt, dat, zoals jij zegt, dat is precies een fake wereld. Maar die mensen zijn gewoon geluk. Ja. Als kom je naar hier terug, iedereen is slecht gezind. Echt waar. Je kunt dat regelen, echt, dat je gewoon... Als jij gelukkig wordt van wakker worden, waar je slippers bijvoorbeeld onder je voeten worden geduwd, kun je dat gewoon voor regelen. Ja, ja. Kun je gewoon regelen dat als ik wakker word... Zet mijn slippers gewoon zo klaar. Ja. Ja, letterlijk. Je zegt, je kunt daar alles permitteren als je... Ja, en ook niet duur. Ah ja, daarom zijn ze ook moeilijk. Je kunt niet zomaar daar gaan wonen. Nee. Het is, de visa en toestand is echt moeilijk om daar, binnen, om daar te kunnen wonen. Moet met iemand trouwen vandaar misschien. Voilà, een kleine Thaise vrouw fixen. We hopen dat dat een vrouw is. Voor hetzelfde geld, zo'n kleine, na 20 jaar merkt je, zie je zo'n oude kinderfoto. Nee, man. Allee. Liever niet. Goed zoeken. Kleine Eddie daar. Oh, wacht op, man. Ja. Nu, ik wil even terugkomen op ONE FC. Ik vind dat nog altijd heel indrukwekkend. Ja, dat is ook. Ja, dat is echt extreem, man. Want we hebben bijvoorbeeld Gökhan Saracam gehad, die vecht bij Bellator. Ja, die ken ik ook. Vroeger met mij getraind, bij Murat. Ah, Murat Direkt. Ja. Ik heb ook met die getraind, maar gewoon boksen en ook bij ons in Limburg. Okay. Zo ken ik hem. Oké. Goeie gast. Heel goede gast. Top gast. Ik heb 15 jaar of zo bij hem getraind in totaal. Ah, serieus? Heel lang. Ah, Murat bedoelt jij? Murat. Ah, ik heb het over Gökhan. Oké. Maar hij kwam af en toe sparren. Ja, tuurlijk. Beer van een gast, dat is toch gaaf, niet? Ja, sterk, in Bellator. Ja, dat is niet normaal. Die wint ook veel in Bellator, die wint alles. Hè. Die heeft één keer of 1 of 2 verloren van de 6, denk ik. Maar hij doet het wel goed. Staat nummer 4. Nummer 4 in Bellator, heavyweight, ja. Dat is lekker, man. Dat is heel mooi, hè. En nu zit jij eigenlijk de volgende grote naam die we hebben in de vechtwereld, hè. Als je zegt ONE FC. Nice, ja. We hebben het over de top of the food chain, hè. Ja, de hoogste. ONE FC, Bellator. Kickbox Muay Thai kun jij niet hoger, hè. Nee, klopt. Veel mensen gaan zeggen Infusion en Glory, maar nee, vriend. Dat is onvergelijkbaar. ONE FC is next level. Nee, dat is waar. Wat ik wil zeggen is, ik heb gezien dat Liam Harrison heeft uw video gedeeld. Ja, man. Zou dat geen idee zijn als je hem contacteert? Ik heb met hem gesproken, maar echt? Gewoon via Instagram. Ja? Oh, crazy fight, awesome. Laten we daar reclame maken. Hij had dat gedeeld. Door hem is dat ook zo extreem viraal gegaan. Dat is ondertussen 3 miljoen keer bekeken, die video. Waar? Dus op welke op Instagram. Als je kijkt, 3 miljoen op Instagram? Hij heeft dat gedeeld. Dus ik heb dat gedeeld. Bij mij is dat denk ik nu 700.000 keer bekeken. Uh-huh. Die van hem was, ik denk, 1,5 of 2,5 miljoen keer. En dan door hem hebben ook nog andere kickboxpagina's dat gedeeld. Dus in totaal is dat... Wie is dat? Heeft een grote following. Dat is een eigenlijk zo'n legende, dus een Britse legende in Muay Thai. Daarom is dat een legende, omdat dat juist een westerling is, die zeker in die tijd, waar je heel weinig westerlingen had in Muay Thai, die daar is gaan domineren. En daarna eigenlijk. In ONE ook. Hè. Ja, ook, en daarna ook in ONE zwaar zijn naam gemaakt. Maar daarom dat ik me afvraag, zou je hem niet kunnen contacteren om te vragen van hoe heb je dat gedaan eigenlijk? Ja, ik heb met hem gesproken erover en hij zei dat ook. Hij zei ja, trainen. Hij zei clinchen, ellebogen proberen. Hij zei, it's a different game. Ja, hij heeft gelijk, dat is ook. Hè. Dope, joh. Dus, ja. En nu je dat doet, zit nu aan het trainen in Muay Thai? Ja. Staat u daar aan? Ja, ik vind dat echt plezant om te doen. Maar ik heb nog geen elleboog op mijn gezicht gekregen. Ik denk dat jij dan ineens een heel andere ding gaat zijn. Dat je snel die klik maakt, dat is toch niet zo plezant. Ja, man. Jij ging dat trainen, maar een elleboog incasseren kun jij niet trainen. Dat moet je in de ring voelen de eerste keer. Klopt. Dus ik ben benieuwd. Hè. Zien dat jij die niet moet incasseren. Inshallah. Ja, maar ik ook, die mensen die er iets van kennen, zeiden dat ook al tegen mij. Van, als jij dat zou doen, die klik, niemand gaat op afstand. Die wedstrijd gaat beginnen, die gaat je vastpakken en die gaat je beginnen ellebogen en trekken en duwen. Oké, want tegen mij vechten zou ook niet slim zijn voor hun. Ja. Dus daarom moet ik er zwaar op trainen. Mm. Daarom juist. Die gaan dat tegen mij gebruiken, sowieso. Tuurlijk, de clinch, echt. Ah, ja, tuurlijk. Ja.
Dat gaat bij je eerste gevecht al zo zijn. Ja, 100% zeker. Ja. Nu, voor alle duidelijkheid, voor de mensen die niet weten wat een clinch is. Clinch is als je die vastpakt, dat je tegenstander vastpakt bij de nek. En een K1 mocht je dan nog één stoot geven en dan loslaten, zeker? Is het 3 seconden of 1 actie? Ah, oké, 3 seconden of 1 actie. 3 seconden of 1 knie. Ja. En je moet dat laten ze je doen. Al is dat 5 minuten. Ja. Ja. En ook een elleboog in de clinch is... Je moet letterlijk niet bewegen als je dat getraind hebt. Daar gaat het altijd fout in de clinch, die ellebogen. Van ver geven ze dat niet. Die heb je vast en ineens ligt die op de grond en is bloed uit je kop aan het stromen. Ja. Fontein. Ja, echt letterlijk. Ja. In die one-wedstrijd is dat elke partij standaard een bloedbad. En dat is gewoon omdat je die factor ellebogen erin zijn missen. Dat is echt, hè. Dat is echt. Die clinches zijn gruwelijk. En de UFC zijn ellebogen toelaten, toch? Ja, maar ze gebruiken dat niet veel. Want clinch is niet veel, hè. Nee, inderdaad. Ik ben sowieso van de gedachte dat ze in de UFC of in MMA in het algemeen dat ze veel te weinig ellebogen gebruiken. Ja. Dus dat wordt veel te weinig gebruikt. John Jones deed dat, maar waarom? Hij heeft een reach. Een zware reach. Hij kan een elleboog geven van een afstand dat jij een jab kunt geven. Ja, klopt. Maar John Jones zit ook vaak in de clinch. Ja, ook heel vaak. Of op de grond, hè, ground and pound. Dat was vies, hè. Ja, joh. Als je op je rug ligt en die gast ligt op je paan, je kunt niks doen, hè. Maar daar mag meer is over. Wat zeg je dat? 12-6 elbow mag niet, omdat je in die schedel gaat niet. Klopt. Zo glijdt hij. Recht naar binnen. Ja, elleboog, ik zeg, dat is echt underutilized in MMA. Dat moet veel meer gebruiken. Gruwelijke sportvriend. Hoe heb je die kunnen zien? Wat schiet er met u? Ja, dat is echt ziek eigenlijk. Ja, man, op de grond. Zo. Moet je toch een ander mens voor zijn eigenlijk? Hè? Eigenlijk niet. Ik zeg, ik ben begonnen voor helemaal andere. Ik ben gewoon begonnen omdat ik zat op een hele white school. En altijd veel groepjes, veel met uitdagen. Als enigste Marokkaanse gast. Ik was klein, ik was mollig, ik was rond. Dus ik kwam vaak zagen bij mijn oudere broer. Die van mij lastig, die schelde mij. Hij was al aan het kickboksen, heeft mij meegepakt. Hij zei tegen mij, tijd dat jij je eigen boterhammetjes leert smeren. Ja. En dat was dan bij Universal? Dat was bij Universal Gym, ja. En dan ben ik daar begonnen van mijn 18 jaar of zo. Ja. Hij is ook niet... Ik heb 3 broers en die zijn ook niet van... Ze hebben niet die mentaliteit van, ik ga met u mee en ik ga een kind van 5 jaar in elkaar slaan. Ja. Dat was mijn broer. Ja, dat had leuk geweest, maar ze waren altijd al van mening. Dat had leuk geweest. Zo'n kleine kind. Nee. Ja, van, kijk, leer je eigen verdedigen, doe iets. En ik denk, ik ga dat nooit vergeten. Ik zat in het 6e leerjaar. Ik had ondertussen al 2 of 3 jaar pestgedrag geïncasseerd. En de laatste dag, dat was een of andere rare feest of bal of zo. Ik was hoe oud zeg je in 6e leerjaar? 11 jaar. Ja, ik was toen 1 jaar aan thaiboksen. Ik ben op mijn 10 jaar begonnen, dus ik kon al een beetje boksen. Ja. En ik stond die grootste pester voor mij gepakt. Rechts direct, bloedbad daar. Ja. Ik zeg, al die woede van jarenlang is eruit gekomen. En dan verschiet je ook zelf. Ik vecht nooit, letterlijk zelden of nooit op straat. Die had niet meer nodig dan ook niet, hè? Nee, paniek ineens. Je kunt duwen, wij kenden toen alleen duwen, trekken, kletsen, op de grond liggen. We hadden nooit bloed gezien. En dat was niet net, allemaal, die gaat dood. Ik dacht ook, die gaat dood. Dat was ook een zware shock. Ik herinner me. Breng alle directeur, breng alle leerkracht tegen u dan. Chaos. Ja, ineens ben ik schuldig, snap je? Jarenlang wordt er niks gezegd. En als je iets terug doet, er is iemand geslagen. Dus jij bent... Ben je blij als je terugkijkt dat je dat hebt gedaan? Nee, man. Nee? Dat is dat niet waard. Dat moment was lekker, hè. Op dat moment, en ook dat dag erna op school, iedereen... Je bent ineens de held. King, maar dat is dat niet waard. Hè? En ook die pak slag die ik thuis heb gekregen van mijn ouders, was dat ook niet waard. Ik keek waarschijnlijk naar je broer. Heb je dat gedaan? Mijn broers waren wel blij. Mijn broers wel trots. Zo moet dat. Lekker. Dat is goed. Eindelijk. Ja, man. Volgende dag al die leerlingen Gucci pet naar school. We hebben een stempel. We hebben een stempel gezet. We hebben dat echt stempel gezet. Allemaal broer, goeie laag. Uitgedeeld. Ja, man. Iedereen was blij die dag. Ik zei, Youssef heeft single-handedly de hele Marokkaanse dinges gestart. De hele mokrocultuur in Antwerpen. Nu zitten daar veel meer Marokkanen op de school, eerlijk gezegd. Alleen maar. Het is helemaal veranderd. Goeie dingen, joh. Maar... Dat is wel een goede tip, hoor. Voor zo, als je wordt gepest, dit, als je een probleem hebt met zelfzekerheid, kickboxen. Ik zeg dat tegen iedereen. Ook tegen meisjes, hè. Ga alsjeblieft boksen, ga kickboxen. En het is niet omdat je dan iemand in elkaar kunt peren. Want dan leert je ook een respect. Want heel veel vechters die zijn synonymous met respect ook. Ja, dus er zijn niet veel voorbeelden dat een vechter
een gewone civilian in elkaar gaat slaan of zo. Zelden nee, die zijn meestal heel goed gecontroleerd. En wel, de reden is ook echt, als je, ik ben letterlijk, zonder overdrijven, ik denk 4 uur per week ben ik aan het vechten, ben ik aan het sparren, op leven en dood aan het boksen, aan het trappen met een andere persoon die ook kan vechten. Ik ga op straat ruzie maken met iemand die gaat met zijn ogen dicht doen en die gaat zwaaien. Snap je? Daarom dat als je als vechter, professioneel vechter, zeker op straat iemand iets kwaad doet, je wordt gestraft alsof je iemand hebt neergestoken. Ja. Dat is oneerlijk. Ja. En ook geleerd dat je iemand serieus schade kunt aanbrengen. En dat is dat ook niet waard, vechten. Klopt. Vechten, wij kunnen nu spreken, wij zijn mondig, wij hebben onze taal. Waarom zou je met iemand ruzie maken? Maar hoe vaak komt jij in een kamer terecht dat je denkt van... If shit goes allemaal. Down... If shit goes down, dan is er ook heel deze kamer. Ja. Draag je dat ergens mee in je onbewustzijn? Onderbewust is dat standaard. Ja, echt. Ik denk dat dat gewoon iets natuurlijks is in een man. Als jij ergens in een plaats komt en toch zeker 90% van jullie zou ook farambola's dat ze nodig zijn. Maar je gaat dat nooit gebruiken, maar ik denk in ons onderbewustzijn, wij zijn gewoon zo gemaakt. Als man, jij wilt sterk zijn, jij wilt verdedigen, jij wilt dominant zijn, denk ik. Niet? Ja, dat wordt natuurlijk. Dat wordt heel vaak met geld gedaan, sowieso al. Hè? Ja, voilà. Net dus als jij met geld in een kamer komt en je weet van, is er... ik gooi iedereen hier plat als ik wil, snap je, met geld. Ja. Ik koop jullie. Ik koop je en ik verkoop je. Ja. 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 Praat. Ja. Ja, maar het vechten is natuurlijk nog iets anders. Ja, maar ook, dat is niet meer van deze tijd, vind ik. We zijn geen barbaren meer. Ja, tijd van vechten is voorbij. Nee, het is gewoon dat je weet van... Het gaat om dat gevoel. Ja. Dat is ook het punt waar je zelfzekerheid meeneemt. Mm-hmm. Dat zorgt voor... We hebben nu, toen wij zijn begonnen, hadden wij 1 meisje in onze gym. Ondertussen zitten we al bij de 15 of zo. Ja, echt, ook gewoon, ik zie dat zelfs aan die meisjes in de gym, die komen binnen de eerste dag, die durven geen woord te zeggen. Na een maand, jij ziet ook hun lichaamstaal, die worden socialer, die krijgen meer zelfvertrouwen. Dat is uiteindelijk het doel van de sport, dat je je eigen beter gaat voelen. Niet dat je op straat iemand gaat zoeken en... We hebben dat natuurlijk ook al meegemaakt. Wordt, ja, we hebben dat ook al meegemaakt, jongens in de gym die daar op de straat gaan, die worden ook direct buiten gegooid. Ja. Dus wij doen het voor onze gezondheid en voor ons mentale welzijn, maar niet voor iemand te slagen. Mm-hmm. En dat kan echt wonder doen. Ja, echt letterlijk. Ja. Ik geloof wel dat de maatschappij kan beteren. Echt. Ja, 100%. Ja. Heel veel mensen hebben... Een pestkop gaat meestal geen gevecht trainen. Ik ging dat net zeggen als iemand die weet. Er zijn heel veel mensen die. Heel veel dingen zeggen en doen en uitdagen, maar die weten niet wat geweld is. Mm-hmm. Ze weten niet wat een gevecht is. Ze weten niet hoe dat voelt om een box te krijgen. Ja. En het moment dat je dat leert van eigenlijk is dat wel met iemand vechten, is eigenlijk wel gevaarlijk. Dat is niet gewoon, ik zeg wat ik wil. Dan zou heel veel van internethelden van deze tijd zouden heel snel anders beginnen denken. Mm-hmm. Je weet niet wat geweld is. Je kunt tegen iemand iets zeggen online en blablabla. En als die voor je staat, wat dan? Er zijn super grote internetpersoonlijkheden die zeggen. Die praten daarover. Hè. Die zeggen bijvoorbeeld... Ik kreeg dagelijks 1000 haatberichten, maar nog nooit heb ik dat het echt gehoord. Ja, live. Nog nooit heeft iemand mij in het echt uitgescholden of iets. Nee. En dat is gek, want dat zijn bijvoorbeeld mensen die miljoenen volgers hebben. Ja. Ja, dus je zou denken dat misschien 1 of 2 of 3 mensen dat toch zo gedaan hebben. Maar... Daarom moet je dat ook nooit naar je hart laten gaan. Dat is gewoon een neppe wereld. Klopt. Iedereen is... Ik kan morgen online een fake account maken en multimiljonair zijn. Ja. Je? En dan gaat je om 8 uur 's morgens rustig naar je werk en staat je voor de klas je eigen ziek te maken. Je? Dus dat is gewoon een neppe... Iedereen is iets anders online. En dat is gewoon een beetje de tijd en de wereld waarin wij leven. Klopt, ja. Is ook volledig. Mm. Nu, ik wil even terugkomen naar ONEFC. Ja. Dus hoe is dat juist gebeurd? Dus je hebt je manager van Portugal, die heeft gezegd van kijk, je gaat naar daar en dan Ja, die heeft gezegd, hier is je wedstrijd, je vecht tegen die jongen, wint jij, regel ik voor je een contract. Jij gaat naar die wedstrijd, je wint die. Wedstrijd, gewonnen. En dan heeft hij tegen mij gezegd, oké, geen probleem. Als jij wilt, kun je... Hij heeft mij zelfs al data gegeven. Als je wilt, kun je dan en dan en dan vechten. Ik zeg, vriend. Maar toen was nog niet besproken dat het Muay Thai ging zijn. Ja. Dus ik dacht, ik ga daar mijn kickboxpartijtjes doen, leuk. Maar heel snel werd dat duidelijk van, dat is een andere wereld. En ik heb toen tegen hem gezegd van, kijk, ik ga nu verder mijn kickboxpartij doen. Ondertussen spar ik niet meer met grote handschoenen. Ik heb dat 19 jaar gedaan. Mm. Dat hoeft niet. Dus ik ga nu enkel nog met die kleine handschoenen sparren. En dan zie ik wel wat er uit de bus komt. Ja. En ik ben daar nu aan het doen. Om met sparren, als je op zo hoog niveau zit. Ja,
ik pas mij wel aan. Dus ik heb heel veel C-klassers bij mij in de gym, B-klassers, met wie ik gewoon op het gemakje kan sparren. Ik weet hoe het voelt om mijn harde box te krijgen, dus ik hoef dat niet elke... Er zijn ook heel veel UFC-vechters nu die zelf niet meer sparren. Max Holloway, bijvoorbeeld, zijn er verschillende. Ik wil Corey Sandhagen, heeft dat gezegd, DJ Dillashaw. Waarom heel veel mensen hun carrières... Blesseren zijn, nee, hun carrières stoppen al in de gym. Als je elke box die je op je gezicht krijgt, is een knopje op je hersenen. En er zijn maar zoveel keer dat je dat knopje kunt induwen. Dus dat is niet waard. Met dit in je gedachten? Ja, sowieso. Dus dit zit duidelijk in je gedachten. Wat is je exit-strategie? Heb je een exit-strategie? Exit-strategie, sowieso. Mijn plan is 100% kijken wat dat gaat geven. Gaat dat goed? Super. Daar mijn carrière eindigen, gaat dat niet goed? Misschien hier af en toe nog één keer per jaar of zo een wedstrijdje doen voor de vrienden. Maar ik ben 19 jaar aan het vechten, voor mij is dat... Het is een jonge mensensport, snap je? Ik zie nu die jonge gastjes opkomen. Hoeveel jaar zit je? Ik ben nu 29. Dus ik heb nog wel tijd. Nog 10 jaar, ja, ik heb nog tijd. Maar niet... In de tijd vroeger was je het jonge talent. En nu is dat een goede vechter. Sterke vechter. Snap je? Toen je die tijden van jonge talent zijn al... Wat ziet je dan in de toekomst in... Laten we zeggen dat... Dat je stopt met sport. Of over 10 jaar. We zullen het niet negatief bekijken. Laten we zeggen, over 10 jaar, je hebt een mooie carrière opgebouwd in One. Mm-hmm. Wat zit je dan daarna? Eerlijk gezegd, wij zijn nu bezig met de media. Dus misschien die kant op gaan. Ja, waarschijnlijk. Serieus? Ja, hoogstwaarschijnlijk gaan we die kant. We zijn nu constant in onderhandeling nu. Dus heel binnenkort gaat er iets uit de bus komen. Maar wacht even, dat is interessant. Ja, hè? Leuk, hè? Leuk. Want dat is een leuke, dat is ook een nieuwtje voor jullie, denk ik. Ik denk dat dat de eerste is. Dat jullie de eerste zijn die dat weten. Dat is weer mijn interesse. We hebben mijn stuk gehad. Kijk, boxen dat. Nu gaan we naar zijn stuk TV. Om even terugkomen. Dat is de eerste keer dat ik dat openlijk zeg. Ik weet zelf niet of dat mag. Ik denk wel dat ik mag zeggen dat we momenteel nog bezig zijn in de media. Dus je hebt meegedaan aan Kamp Waas. Ja. Je hebt meegedaan aan Kamp Waas. Misschien Kamp Waas even uitleggen. Gewoon. Ja, dat is een Special Forces opleiding. Die duurt eigenlijk 3 maanden. Mm-hmm. En in plaats van 3 maanden doen ze dat in een week, 10 dagen. Ja. Dus in die 10 dagen maken die je mentaal, fysiek helemaal kapot. Mm-hmm. En als je eruit komt, ben je Special Force waardig. Ja. Laten we zo zeggen. En hoe is uw ervaring? Ik heb mij daar kapot geamuseerd. Dat was leuk. Dat was moeilijk zwaar. Dus ik ben de nacht van 3 op 4 heb ik heb ik een ongeluk gehad. Ja. Maar in die 3 dagen heb ik niet geslapen. Heb ik net genoeg gegeten om niet flauw te vallen van de vermoeidheid. Ja, die houden u daar bezig met de domste dingen. En jij als topatleet ook nog. Hè? Die maken u echt gewoon kapot. Het ding is slaap en eten. Wij onderschatten dat. Ja. Jij mag zo getraind zijn als jij wilt. Hè. Als jij niet slaapt... Alles wordt zo woozy. Ja, alles wordt woozy. Dus dat was het moeilijkste. Maar ook gewoon, die houdt u bezig. Dus ook mentaal. Ja, maar net is tijd om te gaan slapen. Jij zet je slaapzak, dat duurt 10 minuten voor je het hebt gedaan. Ik ben Marokkaans, ik heb nooit in mijn leven in een slaapzak. Hebben jullie dat al eens gedaan? In een slaapzak liggen, klaarmaken, tent klaarmaken. Dat duurt een uur bij mij. Een uur, je gaat liggen, 5, letterlijk een minuut of 5 later... Alarm, honden die blaffen. Ja, opstaan. Dus, en dan hebben ze dat 2 of 3 keer hebben ze dat gedaan. Dan je zegt, oké, tijd om te slapen. Je gaat liggen. Ja, opstaan. Goedemorgen. Ik zeg, ja, goedemorgen. Je moet je inhouden. Je kunt niks doen. Ja. Gewoon luisteren en doen. Maar dat is wel echt een ervaring om niet te vergeten. Maar sleep deprivation wordt gebruikt als martel. Ja, letterlijk. Ja. En ook hoe die je wakker maken. Dat is niet, we gaan terug starten. Nee, dat is honden blaffen, dingen gooien, geweergeluiden, radio luid. En je zegt echt moe. Je beeldt je in. Je zegt, 3 dagen heb je niet geslapen. En ze zeggen tegen je, ga maar slapen. Je legt je goed. Alarm, hond die blaffen. Wij zijn geen fan van honden. Ik ben aan het slapen, die hond is hier in je gezicht. Echt irritant. Dus ja, en dan ga je door. En dan die ongeluk gaat met mijn voet, al mijn ligamenten doorgescheurd. En er zo naar huis moeten gaan. Pijnlijk, maar uiteindelijk wel positief, want dat heeft ervoor gezorgd dat mensen, de kijkers, meer wouden zien. Je hebt het ontdekt, hè, op die manier. We wouden meer zien en toestanden bij de VRT. Ja, echt. En zelfs het gekste is, toen ik eruit ben gegaan, dus het moment dat ik eruit ben gegaan, Fly heeft dat niet beslist. Mm-hmm. Dat was een andere, zijn collega. Hij heeft gezegd van, kijk, je voet, dat ziet er niet uit. We trekken je plakker eraf. En die belt dan naar Fly om te zeggen, ja, hij is eruit. Ik heb de keuze gemaakt om hem te laten stoppen.
En hele discussie, ruzie. Nee, plak die plakker terug op. Hij gaat verder. Jij mocht dat niet beslissen. Heel, gewoon omdat ze mij erin wilden houden voor de boksproef, denk ik. De proef erna was boksproef. En dan echt zo even discussie. En dan heeft de ene tegen Fly gezegd van kijk, ik ga die naar daar laten komen. We hebben die hier gevonden in het bos. Maar ik ga die naar daar laten komen. Kijk naar zijn voet en beslis dan. En die gast mijn voet gezien, die zei direct van oké. Ik snap het wel. Dat was echt een tennisbal. Maar dat was een heel tennisbal. Dat is fataal. Omdat ik ook, dat is gebeurd om 1 uur, denk ik. En ik tot 6 uur was ik nog aan het wandelen met die rugzak. Gewoon helemaal vastgemaakt. Mijn veters helemaal vastgemaakt. Ik zei ook tegen die gast, hij zegt, ja, jij bent aan het manken, wijzer. Ik zeg, ik heb mijn voet geblesseerd. Ja, laat die zien. Ik zeg, kijk, als ik mijn schoen ga uitdoen, je gaat mij stoppen, 100%. Nee, dat is niet waar. Ik zeg, ik ben zeker. Nee, ik doe mijn schoen uit. Direct. Hoe lang heb je dat al, vriend? Ja, hij zegt, dat kan toch niet? Ik zeg, jawel. Ik zeg, ik span mijn schoen aan, dan voel ik dat niet zo hard. En dan hij zegt, vriend, niet nee, dat heeft VRT nieuwsgierig gehouden. Ja, daarom. Dat is positief, zeker. En hoe heb je dat gemerkt, dat hun nieuwsgierig en gewoon geworden? Aan... Wat hebben zij gecommuniceerd naar u? En wel gewoon dat ze geïnteresseerd zouden zijn voor nog programma's en voor samen te werken en weet ik veel. Dus ik ben ondertussen wekelijks naar daar aan het gaan voor besprekingen en wat dan ook. En er is wel echt iets concreets uit de bus gekomen. Okay, waar ik nu momenteel nog niks van mag zeggen. Maar gaat er heel binnenkort aankomen. Dan kijk je er al sowieso naar uit. Maar ik begrijp dat wel, want je bent ook heel mondig. Dus je bent zowel een superatleet als heel mondig. En dat zijn... Je bent funny as fuck, hè? Ja, je bent een grappige kerel. Het ding is ook, je kunt niet alsof doen. Nee. Dat programma, die geven je een micro, je voelt dat niet, heel klein, je hebt iets in je zak en die laat je doen. Die zijn nu aan het filmen, jij vergeet dat jij wordt gefilmd letterlijk na 10 minuten. En zoals gezegd, met al die marteling, foltering, je kunt niks faken. Je zit in je core, je kunt niet anders. 100 faken is het begin tot je die moeilijkheden met. Daarna wil je gewoon zeggen, hey, luister, haal die hoofd uit mijn gezicht. Ja, letterlijk, man. Dat is echt zo, echt 100%. Bij die eerste proef, die loopproef, met die 20 kilo op de rug, had ik al zoiets van, oké, acteren ga je niet, ding zijn, dat gaat niet. Het is onmogelijk. Ja. We hadden 20 kilo op onze rug, wij moesten een parcours van 8 kilometer onder de 50 minuten doen. Ja. Maar dat was 8 kilometer boven beneden, bocht hier, bocht daar, bergen, bossen, slijk. Je kunt niet alsof doen. En ondertussen zijn die alles aan het opnemen. Je hebt dat zelfs niet door, je bent van alles aan het zeggen. Ik ben iemand, ik praat sowieso veel tegen mijn eigen. Dus op die manier heeft dat voor gezorgd dat ze mensen vonden dat wel leuk. Hè? Zeker, ja. Maar had je toen je ONFC-contract al klaar liggen? Nee. Toen was dat al besproken, maar nu is het echt officieel. Laat mij weten wanneer je klaar bent om te vechten met Vieros en je gaat de ring in. Oké. Maar had je geen schrik? Had je geen schrik voor je carrière toen je voet naar de kloot had geholpen? Jij denkt er niet aan op dat moment. Nee. Ik had al 3 dagen niet geslapen. Voor mij, ik was in de fase van... Overleven. Doen, doe dat, ga naar daar. Jij vergeet dat er nog iets is buiten. Ja. Jij vergeet, je hebt nog je sport, je training, je werk, ik moet gaan werken. Ja. Dus dat wordt echt uitgeschakeld, gewoon omdat jij 100% ervoor wilt gaan. Ik weet niet, dat lijkt me toch wel heftig. Daarom dat die gast ook zei, je hebt nog hele carrière, we gaan nu niet alles laten opofferen voor dit. Uiteindelijk begrijp ik. Je zegt, fuck it, offer alles op. Hij heeft dat gezegd, hij zei dat ook. Hij zegt, je hebt nog heel je leven, dat is zelfs uitgezonden, denk ik. Hij zegt, je hebt nog heel je carrière als je hier nu je voet kapot doet. En de kinesist daarna heeft dat ook gezegd. Hij heeft gezegd, je drie hoofdligamenten van je enkel, 2 van de 3 is dat doorgescheurd. Die zei, als die derde nog was doorgescheurd, kon jij... Salut zeggen tegen de kickbox carrière. Kon jij nooit meer vechten. Die zegt, dat ging elke keer gebeuren op. Je manager is gans boos. Ja, nee, hij weet er niks van. Hij spreekt geen Nederlands, okay, hij heeft niks gezien. We gaan de Portugese vertaling weglaten in deze video. Ja, man, letterlijk. Dat was heftig. Maar dat is ook het ding wat de kijkers leuk hebben gevonden. Van, die gast, zwaar gezien, hij stopt niet. Dat vond ze wat ze leuk vonden. En ook, ze zitten nog een beetje op hun honger, omdat ze de boxproef niet hebben gezien. Dus, wat houdt het in de boxproef? 3 minuten sparren tegen iemand. Gewoon tegen een vechter. Ah, tegen een vechter? Iemand die kan boksen, een beetje. Maar je eet het toch op? Voilà, maar pas op, want je hebt ondertussen 13 uur... je hebt 20 uur gewandeld met weinig eten en drinken. En dat was aankomen, direct die ring in. Dus makkelijk gaat dat niet zijn. Muscle memory, hè? 100%. Die zeiden dat ook van, wat ging dat zijn? Ik schreef, die gast ging geen 3 minuten met mij, nooit. Ook op eerste minuut. Met sparring, ik hou mij in.
ik geef met sparring, met wie dat ook is, ik geef maximum 40-50%. Maximum. Maar de sparring, jij bent mijn vriend, ja, ik heb je graag. We zijn, dat is niet de bedoeling dat ik hier... Ja, ik wil dat jij beter wordt. Ik help mij met in shape te blijven. Maar als je het hebt over ik ben moe, ik ben uitgehongerd, ik heb slaap en je krijgt iemand voor u. Ik zei dat ook tegen hem. Hè. Ik heb daarna nog met die gast getraind die de milling heeft gedaan. Ik zei tegen hem, bro, ik was moe, ik had honger. Ik ging echt je hoofd eraf slaan. Dat ging echt niet goed komen. Dus dan weet je, die programma maken. Ja, 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 echt waar. Dat is ook zo. Je denkt niet meer bijna van, ah, het is gevaarlijk. Of komt Kampwaas terug? Dat weet ik niet. Okay. Dat weet ik niet. Maar ze hebben wel al gezegd, van als Kampwaas terugkomt, is het misschien een idee om u de milling te laten doen. Ah, ja. Ik als vechter tegen die mannen die zo moe aankomen. Mega. Allemaal in elkaar gaan slagen. Allah amuseer je toch gewoon. Dat zou echt leuk zijn. Ik zei altijd, ik ben sowieso in daarvoor, man. Een paar vermoeide special force mannen in elkaar slagen. Wat zwaarder? Die 10 dagen of 10 dagen voor uw wedstrijd, voor een wedstrijd? Nee, die 10 dagen was zwaar. Ja? Ja. Echt waar? Alhoewel, nee. Als je praat over weight cut, dat is het zwaarste wat ik in mijn leven heb gedaan. Alles erin. Het mentale, het fysieke, alles erin. Nee. Met weight cut is mij niks te vergelijken. Ja? Weight cut is de dood. Elke vechter kan u dat uitleggen. Ja. De weight cut, dat is het dichtste wat de vechter bij de dood gaat staan. Jij mag mij in een ring gooien en 10 man in die ring gooien, die mogen mij allemaal tegelijk aframmelen. Dat is nog niet zo erg als weight cut. Man, jij bent je hebt tientallen zo mini-reportages op YouTube dat je kunt kijken. Dus je gaat letterlijk dood. En je denkt echt, ik ga sterven. Duizelig. Als ik naar een weging vertrek, er is altijd iemand bij mij voor het geval dat ik zou flauwvallen, dat die mij nog een beetje... Hoeveel verlies je? Nu niet meer. Ik spreek nu over toen ik 24, 25 jaar was. Nu, als ik weet, het is maximum 5 kilo. Max. Dat is heel mooi. Dat is niks. Nu niet meer. Nu zie ik dat ik, dus voor de week van de wedstrijd, weeg ik 77. Mm-hmm. En dan ga ik naar 72, maandag tot vrijdag. Ja. Vroeger deed ik echt 82 naar 70 in 5 dagen en zo. Groen. Aankomen op de weging, groen. Helemaal uitgedroogd. Ja, man. En dan moet je denken, UFC maar 15 kilo. Khabib deed ook zo 12, 13 kilo elke wedstrijd. Nou ja, dat is heftig. Maar ook in UFC ziet je dat, beweging, dat je die precies moet rechthouden. Die Dus veel keer ook voorkomen dat die flauw vallen op de weegschalen. Man. Meerdere keren gebeurd. Ja. Maar dus, okay, zonder dat is Kampwaas zwaarder. Ja. Als je enkel praat over training en afzien en in het rood gaan op training, Kampwaas was zwaar, man. Niet slapen is... Is dat het zwaarste eraan? Zwaarste. Niet slapen? Ja, niet slapen. Want op zich honger... Nee, honger. Ramadan morgen, we zitten in thema. Kunnen we. Honger, dorst, geen probleem. Maar echt slapeloos. Slapen is... Ik weet niet of jullie dat ooit hebben meegemaakt. 3 dagen is geen slaap. 3 dagen hebben we en nog En het is geen drie dagen geen slaap. Ja. Van dus thuis zitten en je blijft wakker. Het is drie dagen. Bezig. Geen 1 seconde geven die rust. Niks. Loop naar daar, spring naar daar, ga in het water. In de bus u wakker houden, luide muziek of iemand is aan het zingen of aan het roepen. Ja, maar die doen echt alles om je zo te irriteren. Dat zijn gewoon pestkoppen. Ja, echt pesten. Maar ja, zo krijg je wel de sterkste eruit. Hè. Ja, ja, 100%. Zo krijg je wel de sterkste. Maar het 100%. Dat het snel uit zou gaan, hè, met geen slaap. Ja, voilà. Ja, vriend. Ik ken dan heb ik nog niet zo ver... Vriend, jij zou gewoon zo in slaap vallen. Ja, welke hond? Ja, ik ga slapen, vriend. Je gaat nu eens in een bos vinden slapen. Ja, man. Ik zou nog wandelen en zo, maar ik zou wel slapen dan. Mijn ogen niet. Ik zou er wel. En ook die oude, je bent zo dom met dingen bezig. Kleine, stoeme dingen. En we hebben 2-3 keer zo tussen onze dag. Ja, we gaan nu even een theorieles volgen. En die zijn heel de tijd zo naar u aan het kijken. Iedereen gaat bijna in slaap vallen. Elke keer als je in slaap valt, zo keihard. Youssef, moet wakker blijven opletten. Daarna geeft hij je een toets. Dus het is echt gewoon, die special force mannen zijn wel iets speciaals. Wordt er geen ruzie gemaakt onder de... Want ik kan me voorstellen dat mensen zonder... Nee, het is gezonder slaap blijft. Ik was al weg toen de ruzie is begonnen. Ik heb wel een paar keer hevige discussies gehad, wat ik begrijp. Ik zou ook ruzie maken. Ik was toen al koffie aan het zetten, ik kan wandelen daar. Ja, dat is echt. Maar dat is logisch. Hè. Iedereen wordt geïrriteerd. Ja, 100%. Dat is normaal. Dat is logisch. Hè. Ja. Ik zou het niet fijn vinden. Ja. Nee. Laat me met rust. Ik doe er niet mee. Ja, man. Ja. Nu, dat is wel goed om uit die comfortzone te komen. Hè, want zo... Voor dat was dat leuk. Creëert je nieuwe... Ja. Ja, plus, ik heb ook gezien, je zit nu van plan om een marathon te doen. Ik heb dat gedaan. Ah, je hebt dat gedaan? Ja. Wel, nog zoiets, een domme actie die ik heb gedaan. Een van de andere deelnemers had een deal met Marathon van Kruijbeke. Zij ging het startschot geven, zij ging zo de face van de marathon zijn. Mm-hmm. Ik heb nog nooit in mijn leven meer dan 20 kilometer gelopen. En ik zit met een kuitblessure, klein spierscheur in mijn kuit. Klein, maar irritant genoeg om niet te lopen. Mm-hmm. Zij belt mij... marathon was zaterdag, ik denk de week ervoor maandag. Ja, Youssef, we hebben een marathon, maar
ik ga die niet doen, want ik ben niet getraind. Ziet jij daar zitten om te proberen? Ik zeg, ja, ik heb dat nooit gedaan. Misschien wel. Ik wil dat wel proberen. Ik heb dat gedaan, ik heb dat uitgelopen, maar afgezien, niet normaal. Ja. Ik pijn nu, is die kat helemaal. Ik heb nu, dat is een week geleden, ik heb een week niet gelopen. Ik moet nog 3 weken zonder te joggen. En nee, dan moet dat normaal gezien beter zijn. Maar goed, hè, 3:45 gelopen. Van nog. Ik weet dat niet, ik ben daar niet. Het meest ongemiddelde is zo 4:10. Oké, okay, sterk. Okay, ja. Voor de eerste keer zeker. 4 uur lopen is overdreven, dat is wel zwaar, man. Ja, joh. Ik haat lopen. Maar ik loopte zelfs... Ik haat lopen. Ik loopte zelfs niet naar de bus vroeger, ja. Ik zweer, als ik de bus zie en die... Te laat. Ik wacht wel een uurtje. Ik heb ook die vrienden gehad. Hier in de bus. Laat dat gewoon. Ja, Ik loop echt niet graag. Nee. Het is wel een marathon. Zo zweetend ergens aankomen is ook een beetje... Och, dan nog, snap je? Ja, dat is vies. Heel de dag op school zo zweten. Ja. Nee, dank u. Pak wel gewoon de volgende bus. Ja. Ik bleef wel na vandaag, dan is dat maar zo. Ja, we hebben veel volgende bussen gepakt. Ja, maar, ik ook ze vroeger. Af en toe was het wel een spiertje, maar af en toe was het ook gewoon volgende bus. Ja. Nu, je zegt school, je zit terug op school beland. Ja. Want je werkt ook als leerkracht, hè? Ja, ik ben leerkracht secundair onderwijs. Eerste tot derde middelbaar. Ja. Welke vak geef je? Maatschappij en welzijn en sociale vaardigheden. Dat zijn de nieuwe vakken allemaal. Hè? Ja, maar het is gewoon over het leven praten. Dat is wel leuk. Maar eigenlijk, dat is het leukste vak dat er is. Man. Eerlijk, dat is heel actueel. Die praat over, ik geef les over social media, over voeding, over verslaving. En hoe komt je erbij dan? Ik wil altijd aan leerkracht worden. Ja. Sinds ik echt jong was, zei ik wil graag leerkracht worden later. En uit impulsief is gesolliciteerd ergens. En tijdens het werk hebben die mij gebeld. Hey, wil je morgen starten? Er was iemand weggevallen of zoiets. Ik zeg, ja, ik wil dat doen. En je hebt geen... En het is niet dat je... Niks. Serieus? Niks gedaan. Ik heb nooit voor een tekort of opleiding mensen, of voor... niks gedaan. Dus ik ben begonnen. Ik heb de 2 maanden gewerkt. En dan heeft Dirk gezegd, vind jij dat leuk? Wil jij blijven? Ik zeg, ja. En dan heb ik mij ingeschreven op school. Dus nu ben ik les aan het geven en tegelijk... Dat heet LIO. Dat is een opleiding dat je bent aan het lesgeven en terwijl je diploma aan het halen bent. Ja. Dus dat ben ik nu aan het doen. Ze laten u je diploma halen. Op ja, want anders kunnen ze u geen vaste benoeming geven en vastklemmen. Nee, dan krijg je ook meer betaald. Ja, exact, inderdaad. Daarom dat wij nu daarmee bezig zijn. Maar dat is ook wel een goede. Dat is een leuke job. Ja, man, echt een leuke job. Leerkracht zijn, ja, dat is... Dat is speciaal. Ja, dat is geen werk. We hebben 2 leerkrachten in de familie. Hè? Ah, serieus? Ja, mijn zus en zijn vader. Mijn vader, mijn onkel, mijn zus. Echt leuk. Ook allemaal. Dat is iets wat je echt met je hart doet. Dat is niet werken. Ik heb nog geen 1 dag gezegd, ja, ik ga werken. Dat zijn precies... Die zijn ook... Ik heb ook niet de makkelijkste leerlingen. Dus ik heb moeilijker. Ik heb echt zo die ghetto-straatkinderen. Snap je? Dat is wel handig dat jij er dan staat. Voilà, exact. Dus die respecteren mij op een manier dat ik zeg van oké, ik kan er iets mee. Als ik iets zeg, die nemen dat wel echt aan van mij. Ook anders krijg je een high kick, hè? Exact. Die zijn bang, hè? Die zijn oprecht. Ik denk dat echt dat ze in hun hoofd hebben. Die gaat op een dag een aanval krijgen en mij in elkaar slagen. Echt waar. Als ik soms heb ik een slechte dag. Jij vliegt iets uit tegen een leerling. Die worden doorschijnend. Die verschieten wel. Alsjeblieft. Ergens denken die dat wel. Van, die gaat op een dag een inzinking krijgen. Die gaan ons hier allemaal afkrabbelen. Maar dat helpt wel, denk ik. Echt dat je een vechter bent. Ja, dat helpt. Als ik zie uitspraken dat ze zeggen, doe bij sommige andere leerkrachten, ik verschiet ervan. Ik zeg, ja, ik hoor die niet bij mij in de klas. Hij heeft mij uitgescholden, heeft mij gezegd dat ik een bla 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 ben. Ik zeg, maar bij mij die verdwijnt ergens van achter. Ik zie die niet. Ja. Die weet waar die moet opkomen. Maar ze ook, die weten, die volgen social media, kickboxwedstrijden. Ja. Waarschijnlijk, als ik zo eentje krijg, zoals op die video, dat komt niet goed. Maar leerlingen die praten erover, hè, over leerkrachten. Ja, van, ja, weet je wat die doet dat? Ja, sowieso. En ook gewoon, ik spreek Berbers en Arabisch. Mm-hmm. Dus die weten ook, als die naar mijn vader belt, die gaat hij specifiek uitleggen. Ja, die gaat tot alles kunnen zeggen. Als een Belgische leerkracht belt en die zegt, je zoon misdraagt zich, vader begrijpt dat zelfs niet. Nee. Maar als ik bel en die goede Berberse scheldwoorden en Arabische scheldwoorden, dan gaat iets leuk op hem wachten als hij thuis komt. Dat is ook een goede dreiging om te gebruiken. Ga je vader bellen. Ja, toch. Mijn zus geeft les in Brussel. Hè? Hetzelfde. Dezelfde. Hetzelfde voor haar. En Molenbeek heeft die les. Snap je? Hetzelfde. Mijn zus, maat. Ja, dezelfde publiek. Luister, mijn zus gebruikt live het geloof, hè? Ja. Oh, die gebruikt live het geloof. Ik ook, man, soms. Ik zweer je dat. Zou je niet schamen als moslim zijn dat je zwart praat over die persoon? Ja. Ah, sorry, mevrouw. Dat is... Klaar, hè? Opgelost. Ik doe dat vaak. Ja. Zeker dat als werkt. Ze zo racistisch tegen elkaar doen. Standaard. Gewoon Koran op tafel gooien. Nee, bro.
Echt vaak, echt vaak, man. Zo kun je ook dieper raken ergens. Tuurlijk, ja, ja, tuurlijk. Jij wilt al praten over moslim, als de ramadan is, ben je de eerste die tegen iedereen zegt, ik vast. Maar als het gaat om een donkere leerling, zo, ja, ga je snel dit noemen. Of een Aziatische leerling, ga je snel dat noemen. Dat is ook een deel van je geloof. Tuurlijk, 100%. Dat is een groter deel zelfs. Voilà, dat is het dagdagelijkse. Ja, ja, letterlijk. Ja. Dus ik zeg dat ook van... alles of niks pakken. Niet wat? Enkel wat dat leuk is en wat mensen zien. Dat is makkelijk. Goede mensen zijn in het algemeen. En die zijn, ik zeg het ook, ik heb die leeftijd, je kunt die nog echt, ja, die gaan er nog echt iets mee zijn voor de rest van hun leven. Ja. Dat is waar. Als je iets vaak genoeg tegen hun zegt, die nemen dat mee. Als je het zesde middelbaar of zo les geeft. Goh, als ik een blanke, een Aziatische en een zwarte leerling zou hebben, wat zou ik doen? Zou zeggen, wat gaat er nu jij iets over hem zeggen. Ja, en nu jij iets over hem. Allemaal. Opsteken. En we gaan gewoon allemaal hard worden daarop. Nee, maar die zijn al vrij hard, die social media maakt het helemaal kapot. Ja, dat is waar. Wij konden dat niet doen vroeger, nee, hè? Zo anoniem dingen gaan posten, snap je? Nee, dat is waar. We hadden alleen, we hadden bijvoorbeeld de Call of Duty lobby's wel, hè? Ja, zo de gaming lobby's en dat zo. Dat is heftig. Hè? Als jij die uitschrijft, ja, iedereen naar de gevangenis. Ja, ja, man, dat is echt heftig. Call of Duty vroeger. Dat was, dat is nog altijd leuk. Ja, nu, nog altijd. Maar die zijn al strenger geworden. Ja, goeie bands en serieus? Nee, joh, echt? Serieus? Ja, ja, die, wat doen die bijvoorbeeld? Die mute u. Dus maar wie, gebeurt, wie is die? De Call game. Of Duty zelf. Ah, okay. Serieus? De game. Dus als jij bijvoorbeeld die F-word of die N-word, als jij zo bepaalde woord, het algoritme, die plukt u eruit. En wat doet die mute u automatisch. Met de woorden. Die herkennen woorden. Ja, ja, ja. Wow, dus als jij dan bijvoorbeeld met mij in een lobby komt, dan moet jij mij effectief unmuten voordat je mij kunt horen. Ah. Dus je kunt me niet direct horen. Oké. Maar dat is wel leuk. Waarom? Want de mensen die spelen, die zijn er al op aangepast. Ik kijk direct. Is er iemand standaard gemute? Dat is een leuke. Snap je? Ja, direct eruit halen. Direct eruit halen. Direct unmute. Ja, snap je? Van, eens kijken wat hij heeft te zeggen. Ja. Ja. Hoe erg is het? Hoe erg is het met deze gast? Sommigen echt erg. Ja. Dat is grappig wel. Bro, eerlijk, ik lach mij. Ik zie soms van die video's op TikTok verschijnen. Ik lach mij wel echt kapot. Ik vind dat al nodig. Die zijn ook inventief. Ja. Die nemen die scheldwoorden en die veranderen dat. Waardoor die niet eruit gehaald gaan worden. Ja, soms is dat wel echt grappig, man. En van dag als dat met goede gemoedelijkheid is. Jullie schelden elkaar uit. Je gaat niet zo ver. Je kent elkaar ook niet. Snap je? Nee, dat is waar. Dat is ook wel funny voor de TikTok-kijkers. Voor zoiets. Ja, ja, ja. Ja. Nu, ik vind ook, als je gaat gamen, moet je er een beetje mentaal op voorbereid zijn. Van, mensen gaan schelden, ik mag dat hier niet persoonlijk gaan nemen. Toch? Ja, dat is dat. Als je niet met die gedachte eraan begint, ja, stop dan. Ja, niet spelen, alsjeblieft. Dat vroeger met mijn beste vrienden, we waren elkaar tot 3 uur s'nachts aan het uitschelden, non-stop. Ja. Hey, wat doet jij? Tuurlijk. Dat mijn vader naar boven kwam en dan PlayStation uit. Nee, een goede pakjes lager. Ja, wees blij, sommige mensen, PlayStation vuilnisbak. Nee, zo erg was het niet. Op tweedans.be. Ja. Stel ervoor. Nee, man. Zo erg was het niet. Ja. Allee, ja. Game je nu nog? Soms. Als ik mijn vrienden bij mij thuis wel. FIFA, Mortal Kombat, Tekken. Dus die is gewoon zo tegen elkaar vechten. UFC. UFC, echt nog dat oldschool toestand. Maar zo in de nieuwe dingen ben ik niet meer mee. Het is echt nog PS4. Ik kan die stappen niet zetten van PS5 te kopen. Ja, ik ben niet met kort snel verslaafd aan gamen. Ja? Ik weet dat als ik erin ga vliegen, ik ga niet meer lesgeven, ik kan mijn lessen niet voorbereiden, ik ga niet meer trainen. Ik was echt een van die mensen zo tot 4, 5 uur 's morgens gamen. Ja. Jij ook, hè? Ik heb gisteren nog te laat gespeeld. Zie, dat bedoel ik. Dat is te leuk om een beetje... Ik heb gisteren nog 4 uur gespeeld. Dat is gek, ja. Maar ik doe dat ook sinds ik 16 jaar ben of zo. Ik heb ergens die bug gepakt. Ja. Nu, ik moet ook wel zeggen, ik laat mijn verantwoordelijkheid. Ik zorg ervoor dat ik op schappelijke dagen speel. Dus ik hou mezelf ook wel echt op orde. Okay. Want ik weet, als ik bijvoorbeeld niet zou werken, als ik bijvoorbeeld gewoon thuis zou zitten... Ja. Als je nu pro-gamer. Ik denk dat je mij letterlijk echt 72 uur lang eraan kunt zetten. Voilà. Ik had zelf de probleem. Ja. Maar ik heb al de klik gemaakt van, kijk, ik ga dat niet meer spelen. Ik ga dat niet meer doen. Omdat ik voelde, alles wat ik deed in mijn leven kwam op de achtergrond. Ja. Echt waar, minder met tegenzin naar training, omdat je was aan het gamen. Met tegenzin naar werk. Dat is te leuk. Ja. Dus echt, en als je dat zeker, was vandaag gewoon moeten doen, podcast. Ja. Zeker als je er goed in bent. Ja, hoe beter je wordt, hoe leuker. Vorige week was je ziek, hè? Ja. Ziek tot thuis. Toevallig toen FIFA 26 uit was gekomen. Die dag. Vorige week hoorde Youssef is ziek. Ik dacht zo, ah, fataal. Hij gaat zo thuis, ah, lekker. Dan gaan we een uur kopje spelen. Welke games speel je? Ik ben shooter games. Call of Duty. Ik speel Call of Duty sinds 2008. Maar je hebt er andere ook, hè?
Je hebt ook nog andere grave games. Ja, shooter games. Dat zijn leuke. Mijn studenten, bij mijn studenten is dat ding eens. Maar we zijn over games. Fortnite. Ja, mooi, mijn studenten. Ik ben een paar keer meegegaan met. Fortnite is leuk, hè? Bro, ik heb dat 2 of 3 keer geprobeerd. Ik kom aan, ik ben dood. Ja. Ik heb dat ding 10 keer zo geprobeerd. En ik zeg, dat is niks voor mij. Nee, ik heb het nog aan het vliegen in die parachute uit de lucht wordt gehaald. Bro, ik heb dat 1000 keer geprobeerd. Ja, bro, ik heb echt die hard. Ik heb echt zo'n paar uur geprobeerd. Ik zeg, dat is niks voor mij. Ga weg. Maar ik heb in Budapest gestudeerd, hè, 6 maanden lang. Ik zat ook op Erasmus. Ah, graaf, man. En wat een ding tussen ons om in contact te blijven met elkaar. Dat was fijn. Gingen we Fortnite spelen. Ja. Maar ik ben absoluut geen gamer. Dat wat jullie zeggen van 72 uur lang spelen. Broer, ik speel 2 uur en ik ben dat beu. Ja. Maar ik weet welk spel 2 uur, ik ben dat beu. Ik moet dat niet meer hebben. Aanleg, ja. Dat heb ik niet gezegd, maar... Nee, maar ik doe geen aandacht om verslaafd te worden, bedoel ik. Geen aandacht om verslaafd te worden. Die andere aandacht is er ook niet. Die andere aandacht is er ook. Ja, man. Het is beide waar. Ja. Mooi, dus ik heb Budapest van het spelen, dat. Broer, ik heb daar 6 maanden lang gezeten, hè. Ik denk, op het einde van die 6 maanden ging ik even snel dood als het begin van die 6 maanden. Je zit er echt niet beter op geworden. Ik ben echt niet beter. Ja, geen nul vooruitgang. Ik ook echt 0-0-0. Niks. Absurd gewoon. Echt erg. Maar je moet je tijd erin steken, echt. Hè. En je moet, dat deed ik, man. En dat is ook muscle memory, hè. Ja, dat is echt zo. Dat is ook, hè, dat is echt zo. Of omdat ik al zo lang speel, of omdat ik er zo veel mee bezig ben. Ik heb zoveel video's gekeken. Ja. Zoveel content ervan. Ja, alles, snap je? Dus geleerd, geoefend, letterlijk. Hè. Dat is als een sport, letterlijk, geoefend. Het ergste is, ik heb met mijn leerlingen, we hebben ook een les over gameverslaving gehad. En dat bestaat. Er zijn ook nu is dat officieel ook een verslaving. Echt? Ja, okay. World Health Organization heeft dat echt in uw lijst gezet. Dat is een verslaving, je kunt er ook voor in therapie en zo. We hebben toen ook de voordelen van gamen besproken, en dat is ook echt een lijst. Hè. De voordelen? De voordelen, concentratie, scherpte, hand-oogcoördinatie. Ja. Dus er zijn voordelen, maar nadelen zijn wel een beetje langer. Ja, dat is een beetje groter. Ja, nu, je moet dat natuurlijk onder controle houden. Ja, zoals jij zegt, als de nachtrust eronder gaat leiden, is... Ja, dat is een vieze nachtrust. Dat moet ik nog onder controle houden. Maar waarom is dat leuker, s'nachts eigenlijk? S'nachts game is leuker. Ja. Ik denk wel dat er niks anders te doen is, denk ik. Slapen? Ja. Zeg jij niet moe? Word jij niet moe? Is niet bezig, snap je? Ja. Thuis donker, er is niemand... Ik heb niet, dus je hebt je hele dag gehad, je werkt, de hele dag bezig, podcast, je gaat naar huis en dan zit je bezig tot 4 uur 's nachts gamen. Ja, dat is je bent toch kapot? Op het einde is je toch... Maar eerlijk gezegd, hè, als ik zo met mijn vrouw bijvoorbeeld in de zetel ben aan het zitten en we zijn zo tv aan het kijken, ik ben zo, je ziet me zo wegdompelen. Ja. En dan doe ik zo van, hè, ik denk dat ik ga gamen in 1 keer doen. In 1 keer gewoon klaar wakker. Al mijn slaap is gewoon drek out the window. Ik ben in 1 keer klaar wakker. Ik kan als ik wil tot 10 uur 's morgens gamen als ik wil. Dat is overdreven. Ik denk, op een bepaald punt moet ik echt zeggen van... Kijk, als ik nu niet ga slapen, dan ben ik morgen. Ik denk dat ik ga stoppen, mannen. Maar je moet denken, en heel vaak... zeggen die mannen van, ah, oké, als jij weggaat, gaan we dat spelen. Dat is dus een vieze. Heel vaak, die zijn nog bezig. Ja, ja, ja. Of als jij wilt weggaan, blijf nog even, nog 1 keer. Broer, nu, daar heb ik me al sowieso... Ja. Ik ben daar streng op, snap je? Als ik zeg, ik ben door, dan ben ik door. Ja. Gewoon uitdoen. Ik heb misschien nog eentje. Ja, zie dat. Voilà. Dacht dan wel dat er nog eentje is. Ik heb misschien nog ruimte voor eentje. Maar het vindt dat raar hoe snel de tijd gaat. Ja, als je een uur is zo... En dat is voorbij. Dat is echt overdreven. Daarom denk ik, dat was voor mij echt angstaanjagend. Ja. Ik voelde dat precies als een drugsverslaving. Ik voelde dat aankomen. Ja. Ik voelde dat echt aankomen van, ik ga deze doen. Ja. En ik ga de rest van mijn leven alleen met deze bezig zijn. Ja. Dus dan heb ik ook gezegd van, oké, ik ga die opzij zetten. Ik gebruik die niet meer. En voor getrouwde mensen is dat ook zo. Ja, vrouwen die weten... Dat is je relatie, ja. Ja, die weten vaak niet wat dat inhoudt. Hè. Die denken bijvoorbeeld, je gaat gamen. En dan zo 2 uur later en dan heb je gegamed. Ik ben pas opgewarmd, joh. Ja. Dus ik ben... Ja. Dat is, je moet opwarmen. Ja. Bro, ik kan me inbeelden dat dat een discussiepunt is, man. Ik ga eerlijk zijn. Nee, ik ben er in het begin heel duidelijk in geweest. Ja, game is mijn leven. Nee, het is ook niet. Ja, bro. Jij zegt tegen mij, ik game soms tot 7 uur 's morgens, dan is game je leven. Nee, nee. Ik ben er heel duidelijk in geweest. Dat is duidelijk, hè. Gamen, daarna gaan. Nee, ik moet even... Ik ben een zware harde werker. Ik heb een hele onderneming gaande. Ik heb personeel. Dan doe ik de podcast nog 1 keer per week, snap je? Je hebt die prioriteit. Maar 1 of 2 keer per week probeer ik zeker mijn spelconsole aan. Oh, nice. Dat is goed voor mij. Tot 4 uur 's nachts. Ja, maar ik doe dat ook voor mezelf. Omdat ik hard werk. Ja, omdat ik
ben al met zoveel, ik ben met overdreven. Ja. Ik ben met veel meer dingen bezig dan dat ik eigenlijk kan zijn. Ja. En dat gebruik ik dan voor mijn ontspanning. Dat heb ik nodig. Tuurlijk, je hebt gelijk. Ja, maar die link zo in het echte leven, zeggen toch dat dat zo mensen warm maakt om, zoals in Amerika, school shooters. Ja, dat is zever. Nee, helemaal niet. Nee, geloof jij 0% ervan? Jij wel. Eerlijk gezegd, als ik sommige van die videoclips zie, die Amerikaanse kinderen, die shooterspel spelen, dat lijkt te echt. Ja. Hoe die ook reageren als ja. Maar dat is zo ver van de realiteit. Je bent zo blij met iemand te vermoorden. Denk, zou dat echt ook zo zijn? En dan ga je naar school met je boekentest. Dat gebeurt daar maandelijks. Hè? Ja, dat is een probleem daar. Ja, joh, maar meestal zijn dat wel niet die kinderen die zo zijn aan gamen samen met hun vrienden. Meestal zijn dat de loners. Ja. Soms zeg ik dat zo, mijn dief wel school shooter vibes. Heb je er zo geen Nico op? Ja, ik heb er op school een paar. Ja. Ik zeg van, als wij in Amerika woonden. Dan was je er niet meer. Dan ging mijn lievelingsleerling zijn. Die gaat heel goed zijn. Mee. Ja, dat is zo. Dat is gestoord. Een kind van 13 jaar die behaalt een AK-47. Ja, dat is gek, maar je kunt dat daar kopen. Misschien ook vaak de leerkrachten. Ja, vol een bak. De eerste. Ja, ja. Ik ben heel goed met jou. Wij zijn beste vrienden. 10 op 10. Ook al heb je niks gedaan. Maar dat is wel. Dat is heftig. Dus, maar je kunt dat, zoals bij ons in de Aldi, kun je daar een AK-47 halen. In Walmart, hè. En die hebben dat ook vaak liggen van hun ouders. Gewoon, hè. Standaard. Die hebben dat gewoon liggen. En de ouders, als die niet goed opletten, die hebben dat gewoon liggen met ammunition en alles. En wel, als je zo iemand een Call of Duty spelletje speelt, en die speelt dat een jaar lang, en hier is een echte en hij is de hele tijd met fake aan het spelen. Ik denk dat hij niet zo'n grote stap is voor te zeggen, even voelen hoe dat hij is. Ja. Er zijn sowieso veel studies voor rond. Er zijn sowieso veel studies. Ja. En die studies bevestigen ook wat Youssef zegt. Hè. Ja. Maar ik heb nog nooit... Let maar op deze. Mij moet je sowieso, als er echt zoiets uitbreekt of zo, dan ga ik daar wel staan. Ja, alsof ik jarenlang ervaring heb. Jij hebt ook ervaring. 100%. En wat denk je, dat is zo realistisch. Ik denk, hij gaat zo echt zo die verstopplekjes vinden. Zo. Echt waar, hè. Ja. Sowieso. Nee, hoe zit jij in paintball? Goed. Ik ben wel goed, ja. Sowieso. Ja? Paintball niet, maar ik heb nooit gepaintball. Maar airsoft bijvoorbeeld ben ik wel goed in. Dat is normaal. Omdat ik echt letterlijk gezegd, dezelfde plekje dan erin had. Ik hou dezelfde. Er komt een bepaalde game IQ. Ja. Ja, ja. En zoals ik al zei, dat is mijn piloten. Die doen dat ook eerst alles op computer. Ja. En simulaties. En je weet langs de muren lopen, bijvoorbeeld. Voilà. Snap dat je wist je ik dus niet. Jij weet dat. Ik wist dat niet. Langs de muren lopen. Ja. Heftig, man. Ja, man. Zeker, ja. Nu, dat is waar wat gezegd. Hè. Ik wil daar even op terugpikken. Dat je zegt... Omdat dat verschil is niet zo groot van een fake gun naar een echte gun te gaan. Hè. Ja. Ja. Vriend, ik heb in de tijd... Ben ik achter mijn zus aan gaan lopen met zo'n slagersmes. Yo, een echte? Ja. Nu, ik was buiten. 10 jaar of zo. Dat is oud genoeg om je met te steken. Met slagen. Ik was niet slim genoeg, dat wil ik gewoon zeggen. Okay. Die stap is nog net gemaakt. Ah, wel, als er toen een geweer had gelegen in de keuken in plaats van een slagersmes, hoe groot is de kans altijd, dat er iets was gebeurd? Dat is dan, altijd dat is het ergste van het meeste schietpartijen. Netflix staat vol met die documentaire. Ja, het is altijd vol, discussie, ruzie. En then I took a gun and I shot him 10 times. Of het verkeer, hè? Het verkeer, standaard. Ik denk, als ik een wapen had in het verkeer, ik denk dat ik al 3 man had neergeschoten. Amai, ik onderweg naar hier heb ik er al 3 neergeschoten. Denk ik. Ja, maar het ding is ook, daarom dat jij ook... Dat is allemaal een beetje dat volgt elkaar op. Want dat zorgt er ook voor dat als er een politieagent in Amerika iemand tegenhoudt, die is al zwaar is al on point. Waarom? Ja, die gast heeft 70%... Hoeveel procent van de Amerikanen heeft een geweer thuis? Nou, ja. Kans is groot, die gast heeft een geweer bij. Ja. Zou niet de eerste zijn die uit het raam schiet? En zo krijg je heel die zieke toestanden van de politie. Tuurlijk. Dat begint allemaal bij dat. Die gun laws daar is overdreven. Ja, 100%. Overdreven. Kun je je inbeelden dat iedereen hier in België gewoon een geweer heeft? Maar deze zot is een voorstander, hè? Pas op. Hè. Weet jij voorstander? Maar kun je dat inbeelden? Dat Willeke, Willy en Janneke, die dat iedereen haat, in de straat ook eentje heeft. Nee, maar... Daar is dat... Ja, dat ik kan me... Nee, dat is inderdaad moeilijk. Ik ben eigenlijk geen voorstander, maar ik begrijp dat in hun context. Ik begrijp dat in hun context. Ja. Waarom? Want het land is zo opgericht. Het land is opgericht met burgers die hun wapens hebben omhoog gehouden naar de overheid toe. En het land, de Verenigde Staten, is zo opgericht tegen de Britten toe. Dus ik begrijp dat. En zeker nu, als er dan bijvoorbeeld zo conversaties zijn waar er wordt gezegd, ja, we moeten wapenwetten beginnen te verstrengen. Wat doen die Amerikanen dan? Niks. Ja, my guns. Nee. Ja, zo wouden jullie dat toen in 1770 ook doen met ons. Snap je? Ja, zo die denken die willen ons terug... Die willen ons terug onder controle. Nu, in Amerika is dat een beetje zo ook. Hè? Hoe bedoel je? Of nee, niet in Amerika alleen. De
overheid. Controle, altijd. Ja, overheid, ja. Overheid wil controle. Mm-hmm. Overheid wil niet dat jij kunt zeggen van, ah wel, hè. We hebben dat gezien tijdens COVID bijvoorbeeld met Jurgen Konings. Kent je Jurgen Konings? Die dat verstopt. Die dat, ja, dat was hier bij ons. Hè? Ja. Ah, dat is juist, joh. Heel hier. België was ik dat woonde letterlijk. Juist, ik, woonde, ja. Ik woonde een straat erachter. Hè? Ja, ik woonde, dat was een as daar op die grote baan. Dat was toch vol flikken toen bij u? Dat waren Duitse flikken, Franse flikken, Nederlandse flikken, Belgische flikken. Maar ze hebben die afgemaakt uiteindelijk. Nee? Die is doodgevonden in een bos. En de burgemeester heeft die al wandelend. Dat is wat ze hebben gezegd, maar dat 80.000 conspiracy theories naar boven gekomen. Nee, dat komt er allemaal mee. Die heeft zo gezegd zelfmoord gepleegd. Ja, iedereen die heeft die vermoord al. Maar het gaat erom die controle van overheid naar burger toe. Ja. Dat is ook een gevaarlijke. Ja. Dat is ook een gevaarlijke, want het is ook goed dat je vrijheid hebt, hoor. Want binnenkort gaan ze anders zeggen van, zoals bijvoorbeeld bij Call of Duty, waar je wordt gemute. Hè, gaat bijvoorbeeld ik, als ik hier iets heb gezegd wat niet oké is daar, bij de overheid, dan gaan ze zeggen, ja... Jij mag niet meer spreken online. Of jij mag jouw bankrekening niet meer gebruiken. Ja, bijvoorbeeld AXA Bank zegt dan, ja, we willen uw rekening niet hier. Ah, ja. En dan de anderen ook. Nu, wat ik zeg, is wel heel maar ver, dat is wel zo, dat gaat ooit aankomen. Zo. Ja, want als ik nu bijvoorbeeld... Wat ik u geef, ga ik niet snel terug afpakken. Nee. Snap je? Dus als ik als burger de overheid extra dingen geef... Extra, die houdt dat vast. En die gaat alleen maar meer pakken daarna. Ja. Die gaan niet zeggen van... we gaan bijvoorbeeld... Je mag nu niet langs rechts inhalen. Die gaan niet zeggen van... Oké, nu mag je wel langs rechts inhalen. Nee die gaan zeggen... Nooit. Nu mag je links niet meer inhalen, rechts niet meer inhalen. Blijf thuis. Ja, snap je? Dus, ja, dat is het gevaarlijke daar. Dat is wel zo, man. Ja, als je zo denkt... Wat jij zegt klopt dat 100%. En ik denk ook echt dat dat nog gaat komen. Ja, die digitale wereld waar 100% controle bij de overheid is. Maar deze... De reden dat ze dat nu willen veranderen, die wapenwet, heeft denk ik zelfs niet zoveel met overheid te maken, want ze maken elkaar af. Ja. Dat is wat ik bedoel. Uh-huh. Dat klopt, hè. Ze zeggen, maar ik heb nog niet veel school shooters richting de politiebureaus zien stappen. En dan die vermoorden elkaar. Daarom dat ze dat willen veranderen. Ja, ja, omdat mijn broer is naar Amerika geweest en hij zei ook tegen mij, de grootste shock voor hem was, je is op straat aan het wandelen en er is iemand aan het wandelen en zijn geweer hangt uit. Kun je dat inbeelden hier op straat? Die gaat verschieten. Ja, ja. Ik was in shock. Met andere woorden, als die gast een kleine milliseconde een aanval krijgt, je is dat dood. Hè? Ja, dat is waar. Die moet maar een slechte dag hebben. Ja. Dus dat, ik, zoals jij zegt, dat is, het land is zo opgebouwd, maar ik kan mij niet inbeelden dat België... Nee, ik zou me daar ook niet comfortabel mee voelen. Want dan zou ik ook een wapen willen. Ah ja, en wel, dat is gevaarlijk. En daarom heeft iedereen een wapen. Ja. Maar ik, wat jij zegt, want jij bent voorstander... Waar ik wel voorstander zou zijn, zelfs hier in België, hou dat thuis. Ja. Voor in huis, voor als er iets zou gebeuren, overval. Op het moment dat het uit huis komt, ga je de bak in. Of krijg je een boete of wat dan ook. Je moet je huis kunnen beschermen. Ik vind in je huis, zeker als je kinderen hebt. En, vrouw. Ja, inderdaad. Oké, als je dat zegt in België, zeg je al helemaal wakko, maar dat kan ik nog begrijpen. Ja. Oké, als iemand in mijn huis komt, maak ik die af. Ja. Je hebt daar je vrouw, je hebt daar je kinderen. Als je voor hun niet gaat, iemand gaat vermoorden, gaat je hele leven niks doen. Want heel veel Amerikanen, hun gedachtegang is ook van... Ja, als jij mij nu zegt dat ik mijn wapen moet afgeven, ik volg de wet, maar hoeveel mensen zijn er die de wet niet volgen en die wel wapens hebben? Ja, nee, jij wilt mijn wapen pakken, maar die andere gaat wel nog met wapens rondlopen. Nee, dat ga ik dus niet. Dat is ook natuurlijk wat het stand, dat de regelstand... En dat is de miserie, daarom dat dat land... Als je zegt Amerika, zegt je wapens. Dat is zo... Daarom dat je daar een beetje denkt. Maar goed dat je naar Thailand gaat. Ja, man, Amerika staat niet op mijn lijst, eerlijk gezegd. Hou jullie Amerika maar bij. Nee, dat je zot. Allemaal een beetje. Nee, in Thailand is dat gewoon met bamboestokken. Ja, man, Thailand. Maar ze zijn ook streng daar. Zo. Maar jij zei dat, dat ze daar heel peaceful zijn. Ja, er zijn geen gevechten. Niemand is kwaad. Iedereen is geluk. Het is gewoon gewandeld. Ik zeg alsof je in een sprookjeswereld bent. Iedereen is goed gezind. Je zit. Ik vond dat heel gek. Dat was precies niet realistisch. Dat leek fake. Maar dat is wat die mensen zijn echt gewoon zo. Die zijn echt extreem. Maar die zijn cultureel zo. Ja, die zijn van nature rustig en kalm. En die zijn van nature ook zorgzaam. Serieus? Dus die willen voor u zorgen. Ja, wij werden wel uitgenodigd. Zo, kom bij ons eten heel vaak. Ja. Ik heb dat wel nooit gedaan. We random mensen. We gaan dan een krokodil of zo krijgen. Nee, wees blij als dan krokodil. Heel vaak mensen, heel vaak mensen op straat. Echt zo, where are you from? Belgium. Ah, you come eat with us. Ja, ik ben van Thailand. Ik heb 2 weken Thailand gedaan. Dan heb ik 2 weken Maleisië gedaan. Maleisië is nog erger. Ja. Maleisië echt in de moskee. Dat zijn moslims. Zijn, overdreven. Mm. Die trekken u bijna aan uw kleren mee. Kom alsjeblieft, dat is voor hun een gunst. Als je bij hun gaat eten. Dat vond ik
wel graag hier. Je mag blij zijn als jullie uitscheldt op straat. Je mag blij zijn als je al eten wilt verkopen. Als je er geld aan gaat verdienen, je moet dat blij zijn. Ja, man. Ja, man. Dat is wel gek. Maar uiteindelijk, op een of andere manier, hou ik wel van België, man. Tuurlijk, we zijn hier geboren. Zou je ergens anders kunnen wonen? Ik praat altijd groter en ik zeg van wel, hè, maar ik weet dat niet. Nee, ik weet dat zelf ook niet. Ik denk wel, weet je wat voor mij ideaal zou zijn, denk ik? Als ik zo... Als ik een job zou hebben die me dat toelaat om 2 maanden in België te zijn en de rest rond te trekken. Dat is ook ideaal. Als op België als thuisland, als maar je is altijd weg. Ja, ja, exact. Dat is wel nice. Zo is het wel een leuke zoiets zou je perfect vinden. Ja, ik zou niet nooit meer terug willen komen naar België. Dat zou ik niet willen doen. Maar zoiets zou ik wel... Ja, dat zou ik dope vinden, denk ik. Dat is moeilijk, hè, met familie gebeuren en zo. Maar daarom 2 maanden per jaar is genoeg voor familie. Ja, je moet er maar blij zijn. Inderdaad, 2 maanden van mij is genoeg. Wees blij met 2 maanden of ik ga 1 maand. Echt waar. Ik stuur wel selfies die andere maanden. Chill u. Selfies aan het strand. Ja. Onder de zon. Exact. Ja, man. Jammer dat wij het weer niet bij hebben. Voor de rest is dat hier nog wel goed, man. Dat is waar. Ja, ja, dat is waar, dat is waar. Maar zou je... Dus stel dat je in Thailand zou vechten, hè? Ja. Zou je dan zoiets zien zitten? Ja, man. Ik zou daar wel... Het grappigste is... De week voor ik ben begonnen als leerkracht, was ik al alles online aan het zetten. Ik ging in Thailand wonen. Ik ging stoppen. Ik ging echt gewoon daar wonen. Ah, trainen, vechten, trainen. Gewoon daar van leven. Ah. Ik ben alles aan het regelen. En dan hebben ze gezegd van, kijk, wil je leerkracht worden? Ja. Wij hebben je sollicitatie en blablabla. Bla, bla. En dan heb ik gezegd, kijk, weet je wat ik ga doen? Ik had ook met mijn ouders al besproken. Iedereen wist dat. En ik zei, ik ga dat proberen. Als dat leuk is... Ga ik blijven? Als dat niks voor mij is, ga ik toch vertrekken. Ja. Dus ik huur, ik heb nog geen appartement gekocht, bewust voor die reden. Ik heb wel zoiets van, op een dag ga ik weg willen. Ja, dus, slim dan. Ja, dus daarom. Dat ik, dus ik ging echt die stap zetten van, ik ben hier weg. Maar dat ging wel voor mijn sport zijn toen. Ja, ja, ja. En nu, ja, nu zit ik hier. Leuke job. Leuke job. Ja, voilà. Zo'n job houd je wel hier. Ja. Zo'n leuke, leuke job. Ja, man. Dat is niet werken. Dus voor mij is... Ik krijg een loon voor het... voor te chillen met je een beetje te babbelen over het leven. Ja. Dat heb je ook wel goed geregeld, hoor. Dat heb je goed klaargekregen. Ja, dat is waar. Ja, eerlijk. Zeker. Er zijn mensen die jaren studies geven aan dat, om dat te kunnen gaan doen. Ja. Even snel. Maar het ding is ook, die school niet met wat daar lesgeven. Ja, ja. Elk jaar, ik ben daar nu 2 jaar, in die 2 jaar is dat 10 keer misschien gebeurd dat iemand start en 3 dagen later, 4 dagen later zegt hij... Echt zo fel, joh. Hoe kun jij lesgeven aan hun? Die schelden mij uit, die roepen, die praten met elkaar. Je zit tegen hun zwijg, die zit tegen mij bol af. Dat is echt zo, maar dat is echt zo. Ik maak dat zelf ook mee. Ja, even allemaal gaan zitten. Nee, we hebben geen zin, jongen. Laat ons met rust. Maak jij veel mee? Dat is dagelijkse kost. Laat hoe ons met rust. Hoe reageert je erop? Hoe denk je erop reageer? Uh-huh. Van de nek pakken meestal tegen de muur plakken? Nee, gewoon. Die weten ook. Die gaan altijd net op het punt dat ik niet uitvlieg. Je weet van, oké, met hem kunnen we lachen, maar we gaan die niet irriteren tot het punt dat hij kwaad wordt. Dus ik ben in 2 jaar 1 keer of zo is uitgevlogen. Okay. Allemaal ineens een hoop getraumatiseerde kinderen. Allemaal aan trillen. Ja, echt allemaal in shock. Ja, die verschieten echt hard. Dat is niet dat grappig, want uiteindelijk, de les daarna zeg ik, nee meneer, je was kwaad. Hè. Ik zeg, nee, jullie waren bang. Hè. Ja. We waren allemaal bang. Dat jullie bijna afgerammeld vorige les. Dus die weten van ergens, misschien is die grens toch niet zo ver van ons. Allee. Het geloof erin houden dat dat kan. Ja, daar zijn die rustig bij. Die moeten schrikken. Ja, die moeten een beetje angst zijn. Nee, maar dat is daarom. Dat ze ook die job. Dat ik ook blij ben dat ik daar terecht ben gekomen. Ik denk niet dat ik aan. Dat is een goede match, eigenlijk. Ik denk niet dat ik les zou kunnen geven aan een klas van gehoorzame, brave kinderen. Yeah. Ik zou dat niet kunnen. Want ook nu, bijvoorbeeld, ik geef les over iets. Als die niet akkoord zijn, misschien op een andere school gaan ze zwijgen en opschrijven. Maar daar. Hey, meneer, dat is niet waar, jij liegt. Yeah. Dat kan niet. Dat ik echt tegen hun al vak moet zeggen: oké, pak je gsm, zoek dat op. Als dat een discussie. Ik hou daarvan. Die zijn kritisch. Die zijn mee. Automatisch kritisch. Dat heb ik een beetje meegekregen van. De buurt. Ja, dat zijn rebellen, heel vaak. Dat zijn rebellen. Ja, dat is een school vol met kleine rebellen, maar zo heb ik ze het liefst. Maar ja, dat zijn heel vaak diamanten. Ja, echt letterlijk. De rebellen. Talent en inzicht en op verschillende vlakken, maar je moet dat eruit krijgen. En op de foute manier gaat jij hun duwen naar een slecht pad. Als je die in een lijntje wil trekken, dat lukt nooit. Zoals jij zegt, die zijn te rebels. Jij moet hun controleren, maar ook genoeg vrijheid geven dat ze hun ding kunnen doen. Ja. Dat is het eigenlijk echt. Je moet er eigenlijk een beetje duwen in een bepaalde richting, maar dat is het dan ook. Ja, ja. Niet zeggen, je moet daarin gaan, niet zeggen, is dat geen goed idee? Ja, als je zegt, doe dat, gaat hij dat niet doen. Ja. Altijd. Als je zegt, ja, dat is misschien iets voor je, ik weet niet. Suggestief misschien. Zijn, hè? Ja. Gewoon hun ding laten doen en dan komt er altijd het beste resultaat uit. Nou ja, ik ga kort. Heb je vroeger zelf een leerkracht gehad, gelijk jij zei? Eén.
En daarom dat ik heeft mij enkel nog meer gemotiveerd. Dat was één leerkracht, maar we konden bij hem terecht voor alles. Ooit, dat was onze leerkracht, Frans, meneer De Zitter. Voor als dat ooit nog... dat was een leerkracht, ik zei altijd... En wel, als ik ooit leerkracht zou zijn, zou ik zoals die gast willen zijn. We konden bij hem terecht over... als we ruzies hadden, als er problemen waren of discussie met andere leerkrachten, of je voelde je onrechtvaardig behandeld. Hij was ook altijd iemand die zei, oké, ik snap u, pak dat zo en zo en zo aan, om niet in de problemen te komen. Ja. Terwijl dat andere leerkrachten zeiden, mond houden en volg, ik volg mijn collega's. Maar zo'n leerkracht hebben we nodig. Zo'n leerkracht hebben we meer nodig. Ja, natuurlijk. Want leerkrachten spannen heel vaak samen. 100%. Ja, en dat zijn ook de type leerkrachten die, zoals gezegd, die doen hun job graag. Ik vind een goede leerkracht is iemand die zijn of haar job graag doet. Ja. Als je die job met tegenzin doet, een kind voelt dat direct aan. Tuurlijk, 100%. Een leerling die voelt direct aan van, soms heb ik een slechte dag, geen zin of er iets gebeurt in mijn leven of weet ik veel wat, dat ik een beetje slecht gezien naar school ga. Ik probeer dat zo zwaar te camoufleren. Ik doe gewoon zoals elke keer, goedemorgen, alles goed is met jullie. Meneer, er is iets. Je bent vandaag slecht gezien. Die zien dat direct. Dus, en als je zoiets al ziet, laat staan als je bent aan het acteren. Dus kinderen zijn een pak slimmer dan wij denken. Ja, 100%. Ja. Die sluwheid hebben ze niet. Daarom hou ik van die job. Die hebben niet die sluwheid. Hoe vaak die zijn transparant. Hoe vaak ik van leerling... Meneer, wat heb je aan vandaag? Wat is dat? Crisiskleding. Constant. Meneer, uw auto is echt lelijk. die zijn eerlijk. Terwijl iemand anders gaat zeggen, het zal wel een zuinige auto zijn. En dan tegen dat vriend zeggen, wat is dat voor bek waarmee dat hier had? Die zijn wel... French, dat is waar. Wat was het grappigste wat je hebt meegemaakt in de klas? Grappigste. Ik maak zoveel zin. Ik ging dat ik denk, ik maak veel mee. Zoveel zin. Ik maak echt de gestoordste dingen mee. Ik weet niet. Elke week gebeurt er wel iets. Dat je tussen een gevecht moet komen voor iets heel doms. Of... ik kom binnen in een klas en bord is dicht. Bord is nooit dicht. Dus ik wist al, ik ga dat open doen. Ik ga geïrriteerd zijn. Maandagochtend, eerste lesuur. Ik doe dat open en in het groot, meneer Saluki, fuck you. jullie willen dat zo spelen vandaag. Direct een andere collega gaan pakken. Ik zie, kijk, vandaag, we gaan hun... ik moet weten wie dat heeft gedaan. Nee. Vandaag moet iedereen het samen spelen. Nee, maar waar dan niet? Maar uiteindelijk, mijn fout, ik heb die klas zoveel straf gegeven. Die waren bang, ik heb hun afgedreigd. Ik ga hun na school pakken, ik ga hun tanden eruit slagen. ik wou gewoon oprecht weten wie dat was. Omdat ik, zoals jullie zien, dat ik doe dat met mijn hart. Ik ben met alle leerlingen goed. Dat je iemand aan wie ik les geef, zou dat nooit doen. Daarom vroeg ik me af, wat heeft hun gedreven tot dat te doen? Een collega gewoon uiteindelijk. Ik heb hun leven die dag en de les erna zuur gemaakt. Die waren daar kotsbeu. Strafschrijven als die zeiden, zwijg, gaan zitten. Daarom zeg ik tegen u, kinderen zijn speciaal. Er is iemand uit een andere klas naar binnen gekomen, die heeft dat op het bord geschreven en die is weggegaan, leerling die ik zelfs niet heb. Ja. En toch zeggen ze dat niet. Daarna heb ik toch, ik zeg, wat voor ezel zijn jullie? Jullie zijn hier straf aan het schrijven, 2 uur lang, jullie zitten te bibberen op jullie stoel. Gewoon zeggen, iemand anders heeft dat gedaan dat jij niet kent. Snap je? Dus maar dat is ook echt waar? Dat was ook echt zo, letterlijk. Ik was veilig, hè. Ik zou dat zo georchestreerd hebben. Ja. Ik zou dat zo georchestreerd hebben dat jij 10 jaar later nog ging krijgen van die andere jongen. Maar ik had er gewoon bij staan. Nee, want uiteindelijk ben ik naar die leerling. Had me zelfs een meisje. Die wou eigenlijk gewoon de klas een beetje kloten. Maar ik zeg, ja, Dominic, jullie hebben jullie eigen vastgezet. Strafschrijven, stress, ouders. Echt waar. Voor gewoon niet te klikken. Nee, maar zijn geen klikkers. Op zich is wel eervolle. Dat is waar, ja, dat is waar. Veel van hun gaan in de gevangenis. Maar inderdaad. Om niet te klikken. Om niet te klikken. Die gaan wel eervol, maar die gaan eervol 10 jaar in de bank. Echt waar. De snitch die krijgt meestal minste jaren. Ja, echt waar. Ja. Gewoon snitchen, dan met je direct weer. Ik heb dat tegen hun gezegd. Ik zeg gewoon klikken direct aan je eigen denken. Die jaren krijg je niet terug. Er zijn genoeg landen waar je kunt vliegen. Maar wel leuk. Thailand eentje erop. Ja, op dat vlak wel. Goeie raad van meneer Saluki. Ja, goeie raad. Snitchen, zolang je vanaf jij in de gevaar komt... Naam op tafel gooien. Klaar. Zo snel mogelijk. Nee, bro, 2 lesuren lang, niemand heeft iets gelost. Allee, joh. Maar zoals gezegd, ik zou ook wel slimmer aangepakt hebben. Hoe oud zijn die? Die zijn... Die klas, dat was 3e middelbaar. Die zijn... Vijftien jaar. Broer, ik had alleen dat in mijn zak, ik, joh. Ja, 15 jaar. Ik zweer, ik had die in mijn zak. 15, 16, ik had die in mijn zak, joh. Ik kreeg wijk wow van hun. Echt waar, ja. Maar dat is een leuke leeftijd. Dat is juist de leeftijd dat je met hun kunt babbelen op een normale manier. Dat is niet meer gaan zitten en staan recht. Je kunt met hun praten. Klopt. Fuck you. Ik ben zo goed met jullie. Kijk, je voelt je zo teleurgesteld. Ik ben altijd goed met jullie nu.
Oh, joh. Ik heb toch gewoon een slechte dag, denk ik. Man. Je hebt mij op de foute dag gelokt uit mijn tent. Echt waar. Nee, maar zoals gezegd, zeg gewoon... dat was iemand van buiten. Ik weet niet wie dat was. Klaar? Ja, ik ben wel echt direct naar die klas gegaan. Dat was ik sta buiten, heb je dat bord geschreven? Ja, meneer, sorry. Echt ziek. Zoals je in de wei doet, als flik je pakken met iets in de auto. Van waar komt hij? Ah, dat was gewoon een jongen een met krulletjes, met een Gucci pet aan. En een Peugeot. Die boy met heette, ik weet dat niet. Is dat in mijn auto? Maar ik ken die niet. Standaard. Ik had die opgepikt op tankstation, die moest ergens zijn. Ik ken die niet, hebben we vaak gebruikt. We hadden dat altijd klaar, zo, hè. Gewoon een description. Een antwoord. Een omschrijving. Zo van, krulletjes, Mohammed. Ah, er was iemand aangekomen met de auto, met een Peugeot. Ik denk dat die zwart was. Ja, maar niet lang gebleven, hè. Maar ik heb die hier ook nog nooit eerder gezien in de wei, man. Standaard. Eerlijk, je moet altijd een antwoord klaar hebben. Nu, als je van de wijken bent, dan... Ik heb ook iets, bijvoorbeeld, als ik in een ruimte ben, dat is een rare gedachtegang, maar ik heb altijd de gedachte van, mocht er een inval zijn, of mocht er flikken binnenkomen, was de eerste beste uitweg. Langs waar kan ik gaan zonder dat ik gepakt heb. Dat heb ik niet, maar ik heb wel zo de... Als ik in een kamer zit, vol mensen, zo geplakt op elkaar, dat ik zoiets heb van, stel, dat heb ik vaak, echt dat wekelijks. Slim, dat ik zeg, stel, er gebeurt, er is iets in brand, vuur, of er komt iemand binnen die begint mensen te steken. Ja. Zo pessimistische gedachten. Wie ga ik voor mij pakken? Ik heb dat vaak gedacht. Wie ga hier dood voor mij? Wie van jullie? Ik ben het al zeker niet. Maar dat heb ik wel, zo die vluchtgedachten. Maar dat is slim, en wie is het dan meestal? Ik weet niet, man. Zijn dat de smalle. Die kun je zo bewegen als er langs een andere bocht komt. Flexibel ermee zijn. Dat is al denken hoe de vectors en zo denken, dan ben ik al safe. Nee, ja, snap je. Echt, is dat normaal dat jij die gedachte... Dat is niet normaal, denk ik. Weet je wat dat is, hè? Dat is eigenlijk een heel goede gedachte, want als we bijvoorbeeld gaan terugkijken, nou, ik denk dat was dat 2012 of zo, of misschien ben ik helemaal fout met die aardtallen, maar in Duitsland bij de Love Parade. Weet je nog, onder de tunnel... Onder een brug, er zijn heel veel mensen gestorven, omdat die vertrappeld zijn. En er was niks gebeurd. Er was letterlijk niks, gewoon paniek. Dat weet ik nog. Gewoon in een ruimte waar heel veel mensen samen zijn, is er paniek gecreëerd geweest. En daarna begon iedereen over elkaar te lopen. Dus jij zou dan, omdat je al voorbedacht met voordacht raad tegen de muur. Ja, tegen de muur. Langs de muren lopen. Dat is wel langs de muren lopen, maar niemand gaat mij vertrappelen. Oh, ja, kun je dat inbeelden dat jij ligt en zijn mensen over je aan het wandelen? Ja, dat is gewoon vanuit paniek. Hè. Dat jij dood bent. Zot. Ja, pak ik wel die smalleke voor mij. Rustig, safe. Ja, toch, op het gemakstje. Dat is een rare denkwijze, maar is veiliger. Een veilige manier van denken is. We gaan nooit vertrappeld worden. Zoals gezegd, denk aan jezelf. Nee. Ja, is egoïstisch zijn. Dat is wel, we zijn allemaal open, tot je over iets heftigs praat. Iedereen denkt alleen aan zijn eigen. Ja, over de dood. Liever mijn buurman dood dan ik. Ja, tuurlijk. Sowieso. Maar iedereen is... Ja, we hebben het daar nog over gehad. Maar we leven in een maatschappij en wij denken zo... De maatschappij die draait, alles is leuk, alles dingen. En dan bam, een vulkaanuitbarsting. Ik zeg maar, of ineens, gewoon, het land is een chaos. Wij worden oermensen. Ja. Ja. In één keer zit je met speer rond en lopen terug op straat. Dat is echt zo. Ah, ja. Het ergste is, dat is helemaal niet zo ver. Nee, in ons hoofd is dat ver. Mm-hmm. Dat kan heel snel gaan. Overdreven snel zelfs. Klopt. Er moet maar één... natuurramp. Van, ja, één natuurramp. Oorlog. Het stopt met regenen. Ja. Het regent een jaar niet. Ja. Dat zon die, stel, er ontstaat op een of andere manier chaos. Dat kan heel in ons hoofd is dat. Wij denken dat wij zo machtig zijn dat wij alles aankunnen. Nee. Niks ook niet. Ja. Dat is helemaal niet waar. Vandaag vliegt er een steroïde tegen een of andere satelliet. Internet valt in heel de wereld uit. Ja. Gewoon chaos. Ja, maar dan? Dat is chaos. Geen tv. Je weet niet wat je moet doen. Bro, fuck tv. Je hebt geen geld. Geen geld. Je kunt nergens gaan werken. Je kunt niet eten. Honger maakt mensen ziek. Duitsland is België binnengevallen 70 jaar geleden misschien. Dat is niks. Dat kan ik wel zeggen. Mm. Dat is om de hoeken. Dus dat kan letterlijk... En zeker in deze tijd. De gemoederen. Dat is shaky, hè? Ja, dus mensen zijn bunkers aan het bouwen. Mensen zijn bunkers aan het bouwen, overal. Nu heb je nog nucleaire dingen. Ja, maar dat gaat het ding worden. Dat is het probleem. Dat gaat echt het ding worden. 100%. Denk je dat er veel bunkers zijn in België? Vol een bek. Ja, toch, hè? Elke multimiljonair. Moet, hè? Ik denk echt elke multimiljonair heeft eentje klaar zitten. Ja, liftje naar beneden. Je ziet die niet, je hoort die niet. Ik ben geen multimiljonair. WC-papier en canned goods. Ja.
Ja. Volgende pak. Ja. Wij als mensen van de straat moeten gewoon weten waar zij wonen. Ja, exact. Ja, man. Dus we hebben geen miljoenen voor die exact bunkers, maar ik weet... Ik doe werken bij mensen thuis, ja, bijvoorbeeld. Oeh, je hebt de garages gezien. Vriend, ik kom bijvoorbeeld langs, ik zet de stroom af. Bijvoorbeeld, ik doe elektriciteitswerk. Ik zet de stroom af en ik zie gewoon... Ik zie nog licht aan. Extra. Het huis aan bol. Dus ik begin direct vragen te stellen. Ik zeg, meneer... Ik zeg zo, ik heb net stroom afgesloten van de straat. Extra centraal. Hoezo heb jij nog stroom? Ja, zegt hij. Tegen niemand zeggen. Maar ik heb generators hier. Dat is iemand die heeft een bunker. Ik zeg, hoe heb je generators hier? Zeg, ja, heb je dat niet gezien? Er in Zuid-Afrika zijn ze stroomafsluiting aan het doen. Die begint zo gekke conspiracy praten. Ja, ja. Die zegt, mij pakken ze niet. Ja, zeg zo, mij pakken. Ik denk, ik praat zo'n beetje mee. Ik zeg, ja, je weet nooit hoe ik daar buiten kom. Ik schrijf dat adres op. Ja, sowieso. Als er echt iets gebeurt, is de eerste persoon die klaarstaat. Ik schrijf dat adres op. Ik denk, vriend, nee, mij moet je dat niet vertellen. Ik denk dat we zouden verschieten van hoeveel mensen dat zijn. Er zijn veel mensen die zo denken. Ja, ja. Ja, doomsday preppers. Doomsday preppers, maar er zijn er veel, zo. In Amerika zit vol. Ja, hebben daar dan een show van gemaakt. Ja, er zijn nu een hele hoop mensen die zijn in plaats van... Vroeger waren we naar boven aan het bouwen, zijn veel mensen die zijn naar beneden aan het bouwen. Verdiepen onder de grond in plaats Mark van... Mark Zuckerberg is pas het nieuws gekomen omdat hij zoiets heeft gedaan. Serieus? Ah, een gekke bunker, ja. Bro, hij is een van de slimste mensen ter wereld. Ja, als hij een bunker maakt, moeten we allemaal beginnen graven. En de rest heeft hij al, maar die heeft dat gewoon nog niet gezegd. Ja, slim. Ja, eerlijk, Elon Musk zal waarschijnlijk zwijgen of een Joe Rogan of zo. Die mannen hebben dat... Het kan niet anders. Ik denk, we moeten gewoon... Alle mannen van de wijk moeten in elke wijk gewoon één bunker bouwen waar iedereen kan belanden uiteindelijk. Oh ja, Drerrybunker. Gevaarlijk. PlayStation, cola. Eerlijk, je gaat een goede tijd tegen. Je gaat nog niet eens canned goods hebben. Je gaat gewoon kebab en zo hebben. Dat is nodig, snack. Na een week iedereen dood. Draaiende vlees. Oh ja, lekker. Ja, maar het zal nog leuk zijn. Na een week iedereen dood. Dus geen eten meer. Gewoon mensen eten. Geen eten meer. Letterlijk, wij zijn te zware eters. Iedereen komt te laat aan in de bunker. Geen controle. Ja, geen controle. We hebben geen zelfcontrole, dat is het probleem. Maar we zouden wel een leuke laatste week gehad hebben. Dat 100%. Dat is wel amuseerend. De beste week van onze leven. Ja, letterlijk. Echt waar. Allee, joh. Ja, jong. Zo'n bunker, maar waar zijn we begonnen en waar zijn we geëindigd? Ja. Nu, ik moet wel zeggen, ik ben wat gezegd dat een mens is egoïstisch. Ik heb daar wel een felle theorie over, wat een beetje extremistisch is. Vertel. Maar ik geloof dat wel echt en ik I live by it. Ik geloof dat de mens enorm egoïstisch is. Okay. Ik geloof dat eigenlijk alles wat je doet, gegrond is in iets egoïstisch. Ja. En ik ben daar zo extreem in dat ik zelfs denk van bijvoorbeeld, als ik nu iets goed doe voor u. Mm-hmm. Doe ik dat om mezelf te plezieren? 100%. Dat is echt zo. Ja. In welke zin doe ik dat mezelf? Ik wil graag dat jij blij bent. Ja. Maar ik wil dat. Jij wilt dat. Jij hebt mij blij gemaakt. Ja, ik heb jij je blij gemaakt. Dat voor je eigen. Klopt. Ja? Ja. Alles. Klopt. Letterlijk, zoals jij zegt, liefdadigheid is ook een beetje voor u. Jij bent blij, maar ik ben ook blij. Klopt. Want ik ben aan het denken, goede daad, mijn plekje in de hemel ligt klaar. Ja. Ja. Uiteindelijk iedereen. Maar niet hoe het draait of keert. Ja. Alles doet je uiteindelijk voor jezelf. Voor jezelf, alles. Ze zeggen, er bestaan geen selfless acts. Nee, bestaat niet. Ja. De meest selfless act is zelfs eentje voor je eigen. Ja. Ja, dat is echt zo. Ja, ik geloof dat echt. Er zijn mensen die leven op hun eigen goed gevoel geven van anderen te helpen. Die zijn slechte mensen. Nee, natuurlijk niet. Maar die persoon leeft wel beter, omdat... Ja, uw arme luis leventje beter maakt. Mm-hmm. Ja. Dus uiteindelijk iedereen is op een of andere manier met zijn eigen leven. Ik zeg niet dat hij slecht is, hè? Absoluut niet. Nee, dat is goed. Nee, dat houdt de maatschappij draaiende wel. Ja, dat is goed, maar dat is niet selfless. Niet zeggen dat selfless is. Dat is soldaat. Inderdaad, ja. Uiteindelijk doe je het voor jezelf. Wacht, hij is weer uitgevallen. Je moet die kabel er toe in steken. Ah, ja. Ah, ja, oké, okay, nu is goed. Ja. Ah, zo. Ja. Yes. Je hangt de heilige gast uit, terwijl je eigenlijk gewoon ook aan je eigen... Ja. Tuurlijk, uiteindelijk, als we maar allemaal einde van de dag ons eten, drinken, ben wij liggen in bed. Je bent beter dan een groot deel van de wereld. Dat is waar, alhamdulillah. We mogen niet klagen, dat is ook. Nu we het erover hebben, alhamdulillah en zo. Hè. Morgen vast, inshallah, Ramadan. Heb je er zin in? Ik kan niet wachten. Nu, voor de mensen die zijn aan kijken, dat is vorige week. Hè. Dus vandaag is zondag 10 maart. Ja. Morgen, waarschijnlijk. Waarschijnlijk zal het nu al online staan. Waarschijnlijk is het morgen. Ja, wachten, klopt. Man. Nee, voor de kijkers is het morgen. Ah, wel, voilà. Voor de kijkers, nee. Nee, voor ons is het morgen en voor de kijkers is het al een week geleden. Echt waar. Ah, ja, oké. Okay. Het is heel moeilijk aan worden. Is ook goed. Voor de kijkers is deze week maandag. Emre is al aan het vasten. Emre is al aan het vasten op dit moment. Ik ben me al mentaal aan het voorbereiden. Ja, dat is leuk. Dat is een leuke periode. Ja? Hoe kom je met je trainingen? Ik begin met training net voor het eten. Mm-hmm. Dus tijdens de training stop ik even. Ik eet, ik drink, ik train verder. En dan ga ik naar huis en eet ik goed.
Ah, ja, okay. Op die manier doe ik dat. En hoor? Eet je veel? Nee, man. Ik voel mij... Als ik veel misschien wel soms, maar ongezond niet. Snack, pizza's. Die dag erna, ik weet niet of jullie, als jullie dat doen. Als je in de avond zo ongezond snack eet bijvoorbeeld, de dag erna, je bent een wrak. Uitgedroogd, je voelt je ziek, misselijk. Dus in de Ramadan, als ik wil trainen, blijf met na 25 mei is de volgende wedstrijd, dus ik wil niet stilvallen in de Ramadan. Dus ik eet wel goed. Ik probeer niet te veel te eten. Het is moeilijk, hè. Want het oog wil wat, hè. Als dat bord zo klaar ligt, die borden zo, net wanneer je juist... Zoveel uur niet hebt gegeten. Ik heb dat niet zo fel de laatste jaar. Vroeger had ik dat. Vroeger ik overdreef, niet normaal. Overgeven zo. Maar, echt zo. Ik propte me vol. Ja, tot dat punt dat zo hier zit. Ja, maar dat ken ik. Dat is een heftige tijd. Ik heb maar eens een vinger nodig, vriend. Ja, dat ging er zo uitkomen. Ja, die tijd heb ik gehad. Maar de laatste jaren, ik drink mijn soep. Ik ben eigenlijk al voldaan. Ik heb nergens meer zin in. Ik weet niet wat ze steken voldaan, in die soep, hè, maar dat is overdreven. Je hebt twee hapjes, je kunt er 8 maanden op leven. Echt waar, joh. Dat is echt, joh. Eigenlijk soep, is dat water, dom, hè. Klaar, hè? Eigenlijk is dat dom, hè. We moeten van die soep afblijven. Zo lekkere hapjes en zo. Je eet zo'n kommetje soep, je bent vol voor heel de dag. Niks meer hebben, ja. Ik weet niet wat ze doen, maar olie, denk ik. Dat kan, ja. Dat is het sowieso vol. Eet. Zeker jullie soep, hè. Bij ons die overdreven. Harira, jullie soep. Harira bijvoorbeeld. Harira. Je kunt dat niet op een lepel. Een arm en een been. Ja, jongen. Overdreven. Je moet echt mee. Je kunt dat met een vork eten. Man. Dat is echt zo vast. Oh, lekker, jongen. Echt, ja, dat is echt heel lekker, lekker soep. Ja, ik heb dat niet zo graag gedaan. Dat is echt? Mijn ding. Dat is hardcore, hè. Ja, ik weet. Ja, daarom. Dat is te veel voor mij. Te veel voor dat mag van mij. Kikkererwt, alles wel gebotterd. Ja, alles, hè. Soms zo'n dikke stuk vlees op been, zoals jij zegt. Zo die oldschool vader. Zo. Is dat bij jullie ook? Ja, met zo'n lepel drie, die operatie aan toen aan tafel. Oei, mijn vader, we waren echt verwend. Die zei, we gooien niks weg. Mijn vader zag mij met zo'n pizza of met zoiets moderns. En wij zijn zo naar hem aan het kijken. Hij is met zijn vork in die botten bezig. Er is hier nog keiveel vlees. Het gaat de buiten op een botten. Niemand gaat dat opeten, dat botten. Rustig. Je kunt dat liggen, je kunt dat morgen komen halen. Dan gaat dat nog niet. Ja, maar die zijn bij hun dus andere mentaliteit. Genoeg vlees voor de ganse. Ja, maar ik vond dat wel graaf, want dat is echt zo'n project. Vorige keer in langs de andere kant. Als ik hier duw, gaat dat hier uitkomen. Dan kan ik dat zo trekken. Geluid dat eruit kwam. Die was precies die schaap daar aan het slachten aan tafel. Nee, ik als dikkertje op jonge leeftijd nog altijd. Ja. Jonger, gezond, dat is niet dik. Dus ik was... Als je mijn kippenvleugels zag eten... Hè, snel. Fabriek. Fabriek, maar niet alleen dat. Ik begon die brood in de helft te breken. Ik begon dingen eruit te zuigen. Je laat niks over. Ja, dat was ook zo die vader. En ik kom niet van crisistijd. Nee, nog niet. Maar je bent nu al, die fase. Spiritueel kinderen. Ik ben aan het oefenen. Je hebt nu die fase al. Eerlijk gezegd, ga niet liegen. Ik ken niet veel gasten zonder kinderen die dat kippenvleugel zo aanpakken. Ja. Dat is daddy behavior. Ik wist zelf niet dat dat kon met een kippenbot. Je hebt iets nieuws uitgevonden. Er komt nog heel veel uit als je die door twee breekt. Hè? Dat is heftig, man. Een kippenbot is zo dun. Die ene druppel die je eruit gaat halen, is dat echt waard. Die moeite. Je snijdt je tentvlees open. En zo. Ik herinner me zelfs dat ik met een vork ook zo erin ben beginnen te... Oh, ja, dat is heftig, man. Maar heeft dat een andere smaak? Ja, dat heeft een andere smaak. Oké, dat proeft anders. Ja, dat proeft jij anders. Zoekt naar die andere smaak. Ja, ja. Nou, daarom dat mijn vader... Nee, je zoekt naar alle smaak. Nee, ik dacht, daar zit toch geen vlees in dat bot. Dat vind ik speciaal. Dat zijn speciale mensen. Ik kan niet liegen. Als je zo'n bord vol vleugels hebt en je bent een bot aan het leegzagen. En hier zijn nog keffe vleugels. Relax, man. Oh. Dat is wel ziek, man. Wat leg je me gelijk. Ja, ik ga ook proberen. Jawel, ik ga dat echt speciaal... Ik ga je taggen als ik dat doe. Ja. Ik ga dat proberen voor de eerste keer in mijn leven. Ik ga een bot breken en ik ga dat leegzagen. Dat maakt echt een heel ander smaak. Volgend jaar ben ik ook een bot breken. Laat het dan voor mij ik zo opletten. Ik moet nog trainen, sporten. Ja, maar kan niet goed zijn, die beenmergtoestanden. Maar pas op, zeg dat gezond is, hè. Ja, blijkbaar wel. Als je Liver King volgt... Ja, die leeft maar die is helemaal ziek, hè? Die leeft daar. Die reageert als extreem. Gewoon rauw. Rauw. Maar de woorden, hij kan een dier vermoorden, schieten, zijn vel eraf halen en zo beginnen eten. Dus primitiever wordt het niet, vriend. Ja, primitiever is, die leeft nog en jij bent die aan het eten. Ja. Maar ze waren nog vrij snel met vuur uit te vinden, hoor. Je zit allemaal... Je gaat dat is waar, toch, maar hij doet dat niet, hè? Nee, maar dat vind ik maar dat is waar. Gek. Ja, dan is echt... Dan, waarom doe je dat dan? Ja, dan zit je met de fiets aan rijden terwijl je een auto hebt. Ja, voilà. Met de fiets aan fietsen. Hij drinkt glazen bloed bij zijn vlees. Mm. Ja, nu is dat een aansteller. Hè. Maar hij doet dat wel. Maar er zijn echt culturen, bijvoorbeeld in Afrika. Ah, ja. Wij mogen geen bloed drinken. Wow, nooit van mijn leven. Maar wij mogen dat ook niet, dat is haram, denk ik. Ja, mag je niet. Nee? Dem.
Ja? Ah, nee, nee, dem is voor dingen. Ik weet wat dat. Dingen is. Dat is meer in de categorie van vel en dingen. Dus bloed mogen wij ook niet, heeft gelijk. Ja. Ik weet dat ik weet dat bij halalslachten. Dat een van de criteria voor halal te slachten. Is dat het bloed moet uitgelekt zijn. Ja. Moet uitgedrenkt zijn. Geen bloed. En dat is bijvoorbeeld bij westerse dingen niet per se. Bij westerse slagen is niet per se het geval. Ook zo dat die rosé-toestanden. Ja. Bleu. Je snijdt in de vlees. Bleu is een beetje vuil, ja. Snijdt en er komt nog zo bloed uit. Pas op, dat is geen bloed, dat is vocht. Dat is vocht, dat is vocht van het vlees, dat is geen bloed. Hoe eet je je vlees? Klinkt niet beter. Ik eet bijna nooit vlees. Echt? Ik eet bijna nooit kip, niks anders. Ah, okay. Ik hou er niet van. Als ik vlees eet, 2 dagen later voel ik dat nog aan mijn training en hoe fit ik ben. Ah, uw vader heeft u dat afgeleerd. Nee, mijn vader vervloekt mij. Hij vervloekt mij. Elke keer als ik bij hun ga eten, mijn vader die legt zo die dikke, weet ik veel, been of rug, wat dat is. Hier, dat is gezond, dat is goed, dat is een sporter. Ik hou daar niet van. Uh-huh. Dat proeft nog te veel naar het dier. Ja. Ik weet niet of dat ergens op slacht. Maar als ik een koe ben aan het eten, heb ik echt het gevoel dat ik ben een koe aan het eten. Ja, ja, ja. Als ik een kip ben, niemand geeft om een kip, snap je? Als een kip sterft. Ik heb onlangs heb ik een halve, samen met mijn broer hebben we een koe gekocht. Ja, ja, ja. Dus vlees gewoon van de koe. Ja. En ik heb dan de helft van de koe gepakt. Diepvries. En dan heb je in de diepvries gestoken. En ik heb dan de rug, alle dingen die je eigenlijk niet eet als je naar de slager gaat. Want als je naar de slager gaat, gaat je zeggen van geef me een mooi stukje vlees. Maar ik had alles. En dan proef je, zoals jij zegt. Echt, man. Vlees. Ik ben er fan van. Ja, ja. Er zijn heel veel mensen. Ja. Dat is ook gezond, hè. Dat is niet ongezond, maar ik ben daar niet voor. Dat doet niet heel goede dingen met mijn lichaam. Dat is een andere zaak. Ik voel me sloom, traag, ik weet niet wat. Ik eet vlees. Hè. Kip, volle bak, kalkoen, gevogelte, maar zo vlees, koe, schaap, geit. Dat is niet mijn ding. Nee, het is te zwaar. Grote stereotype van de Afrikanen wel. Is dat echt zo? Aanwezig, ja. Kip. Ja, dat is dat ook bij ons? Ik denk dat één tint donkerder is. Nee, is dat niet? Waarschijnlijk wel. Ja, maar ik ook heb kip. Wow, ik rock daar, man. Maar ik ook wel, hoor. Ik ben ook een kipfan. Zo de juiste, als je dat juist maakt. Ik kan mijn hart stelen met de juiste stukje kip. Zeker. Heb je graag zo'n gekke saus bij je kip? Ja, man. Vuur. Ja. Dat moet in brand staan. Ja, dat moet vuur. Is lekker, hè. Zo pikant. Zo honing mosterd is ook lekker. Lekker. Met kip kun je veel gekke dingen maken. Ik ga nu naar huis kip eten, gewoon door uw beschrijving. Ik zeg maar, met kip kun je veel lekkere dingen maken. Ja, man. Je was erbij toen ik die wings had gemaakt. Ja, barbecue. Lekker. Matto, lekker. Echt lekker. Broer, echt zo simpel. Hè. Op de barbecue, je zet die... Het is gek, het lage is winter, temperatuur, hè? Winter, december. Dat interesseert me niet, vriend. Barbecue. Die barbecue. Ja, vriezen. Elke dag. Elke dag, ja, ja, ja. Je kan een barbecue elke dag erop. Maar dat is wel de lekkerste kip. Snap je? Broer, luister. Op de barbecue, hè. Ik heb even leugels. Wacht, hè. Ik ga je stap voor stap uitleggen. Voorzitter. Ik ga je educaten, ja, man. Ja, ja. Vandaag ben eerste ik mijn week programma dan. We zijn hier aan het praten over eten. Ja, morgen. We zijn nog niet aan het vasten. We beginnen morgen. We zijn nu al bezig over hoe ik kip ga maken volgende week. Oké, ik ben mentaal erbij. Barbecue. Luister, dit is voor iedereen. Ja. Ik zweer. Ik geef jullie gouden tips vandaag. Vandaag is jullie lucky day. Chef lekker. Ik zweer. Gouden tips. Kijk, weet je wat je doet, hè? Eerst pak je kippenvleugels. Je snijdt die mooi, hè. Dat je van dat je drums en... Hoe heet dat? Drums en sticks. Drums en flats hebt, hè. En dan je doet er een beetje dinges, beetje yoghurt op. Beetje om te marineren. Ja, om te marineren. Ja. Een beetje yoghurt. Je gooit er een beetje kippenkruiden bij. Als je dat hebt, gooi je er een beetje Cajun-kruiden bij. Klein beetje zwarte peper. Klein beetje tijm. Je mengt alles goed. Klein beetje olijfolie. Je laat die rusten, de ganse nacht. Je gaat fijn slapen. Je hebt mij nu al. Je gaat rustig slapen, alles goed, alles in orde. Je staat 's morgens op. Die kip van straks, denk je. Lekker zacht. Tijm, die smaak van tijm op kip. Die yoghurt is helemaal erin gekomen. Die heeft die helemaal... Zacht gemaakt. Als... Ik wil niet meer vast. Ik heb het net voor mij. Ik wil het niet meer. Ah, wel, en dan, hè, namiddag, pak 2-3 uur. 2-3 uur namiddag. Je gaat naar die barbecue. Je steekt die aan. Maar die doet het echt, hè? Ja, ik hoor dat. Dat is echt stappenplan. Ik heb nog nooit iemand zo specifiek kip zien beschrijven. Je gaat naar die barbecue. Je zet die op. Je gooit je kooltje erin, bla bla bla. Het liefst heb je een barbecue met een thermometer. Ja, als ik me niet vergis, moet je vuur op ongeveer 75 graden hebben. Bro, heb jij een restaurant of zo? Nee. Je bent te specifiek aan het worden, gewoon een gast, eerlijk gezegd. Jij neemt het echt serieus. Ik meen deze. Oké. Nice, man. Open een restaurant, ik kom gewoon door de beschrijving aan en al. Dat is gewoon de reclamespot. Ja, maar online video maken, ik kom nu al. Ja. Als ik me niet vergis, 75 graden. Als ik me erin vergis, ga ik dit in de comments zetten. Ik geloof zorgen. Dat is belangrijk voor kip. Maat, ja. 75 graden Celsius, uw barbecue. Je zet kippenvleugels erop.
terwijl die ze aan bakken, je laat die ongeveer 45 minuten bakken. Okay. 45, okay. Een uurtje. 45, een uur. Okay. Af en toe moet je even de temperatuur checken van je kip. Die moet op, als ik me niet vergis, 80 graden zijn, je kip zelf. Okay. Dus niet de barbecue, maar je kip zelf. Maar... Get the check temperatuur van je kip. Ja, zeker, broer. Op een ander niveau. Ja, ja zeker, broer. Ja. Ik ben ander niveau. Dit. Ik wist dat je de temperatuur van vlees kon checken. Ja, ik dacht dat dat gewoon... Dat wordt gedaan, hè. Ik zie dat op internet. Dat krachtig, maar toen ik hem dat zag, toen dacht ik, oké. Okay, ja, had je dat ooit al gezien? Ik heb dat voor hem sowieso al gezien, maar je ziet dat zo op die video's. Ik kijk veel kookvideo's. Ik kijk alleen die Zach Choi-gast. Die ik zou die waarschijnlijk wel gezien hebben. Zo, maar ik kan je wel iets sturen. Ja, yoghurt, kip, 70 graden. Ja, thermometer in die kip. Dus, blablabla. Ondertussen, terwijl die kip aan bakken is, maak je uw barbecue saus. Hangt er vanaf welke saus... Ja, nee. Wacht. Hangt er vanaf welke barbecue saus je pakt. Als je... Die van Heinz is niet zo zoet. Dus je pakt dan die van Heinz bijvoorbeeld, barbecue. Daar doe je een klein beetje honing bij. En die roert je gewoon. Een beetje mengen, dat dat goed gemixt is. Maar... Wat? Oeh. Zal ik proberen de volgende keer. En gesmolten boter. Zijn een beetje pruine suiker. Maar jullie maken het zo'n vettige ding. Gesmolten boter en barbecue samen. Ik weet niet wie van jullie, maar iemand gaat me uitnodigen als ik dat mee. Dan ben je al beseft, maar jullie gaan mij niet warm maken voor niks. Dan ga ik naar huis, ga ik droge, ongemarineerd in mijn vleugels. Kom dan maar, we brengen dat nog. Dus je doet dat ondertussen, je maakt een sausje klaar als een sausje klaar is. Maar laat je de laatste 10 minuten ongeveer, 10 à 15 minuten door een kip aan bakken is, volop je die saus erop. Voor je idee. Gaat die barbecue niet aan de kloten doen? Ja, je moet die zwaarder schuren, maar dat is dat waard. Dat is dat waard. Okay. Wat je doet, dit is een belangrijke. Okay. Wat je doet, dus je gaat eerst je kippenvleugels ervan af voor de laatste 10 minuten. Oké. Je zet het erop. Hoor. Voor de laatste 10 minuten gooit je er vol bak kolen mee. Hete kolen, dus je hete kolen. Dat moet zo'n beetje rosten. Ja, dan krijg je een beetje een krokanter randje. Dan, maar dan heeft hij zijn kippenvleugels mee leren. Heel eerlijk. Hij heeft het tijdens het verlaten. Beste ooit, die gaat het hier eerlijk zijn. Wel, dat kan, joh. Dat kan misschien, joh. Ja, dat kan, ja. Dat kan zeker. En ik ben al op gekke plaats gaan eten. Nu. Ik moet mee zijn. Is dat niet grappig dat... We doen deze podcast nu al een aantal. We doen deze podcast nu al een aantal jaar. Dus we hebben, ik denk, toch 1 of 2 Ramadan-periodes meegemaakt met de podcast. En je moet denken, tijdens Ramadan praten we altijd over eten. En nu zitten we er nog niet in, hè. Maar we gewoon de aanleiding van, gaat Ramadan zijn, en we zullen dan praten over eten. We zijn nog 1 stap verder gegaan. Ja. We zitten eraan. Volgende keer hebben we 2 maanden. Ik kan net zeggen, binnenkort zijn jullie 2 maanden op voorraad bezig. Jojo, we hebben een probleem. Hoe je nog eens aan? Zo, dit is vol, denk ik, joh. Wat vriendelijk, man. Ik heb gezien hoe laat is het. Dat niet aan het opnemen. Maar hoe lang niet? Al heel de tijd. Nee, we waren op een heel tijd. Broer, ik moet nu door. Ja, bro. Weet je wat we gaan doen, hè? Afsluiten. Ja, we gaan sowieso. Ik heb een VRT-gast, die komt naar de gym. Ja, die komt naar de gym. Als ik nu vertrek, ben ik op tijd. Oké. Wacht, hè? Jojo, regelt het. We gaan dat niet kunnen regelen nu. We gaan dit niet kunnen leegmaken nu om die afsluiting te doen. Oh, ik ben de tijd uit het oog verloren. Ik dacht, we gaan een uurtje praten, we zijn hier. Ja. Maar leuke babbel. Leukste podcast die ik heb gedaan. Ja, echt nice, voilà. Fijn, toch? Anders gaan we gewoon met de audio die we nu hebben, misschien. Ja, of, ja we moeten wel. We gaan sowieso snel een afsluiter. Maar gewoon met de camera's die zijn aan het lopen, anders. Wat? Maar gewoon met de camera's die zijn aan het lopen, gaan we de audio... Mensen, zoals jullie waarschijnlijk al hebben gehoord. Ah, zo doen. Ja, ah, nee, okay. Het camera's zijn. Ja. Dat is ook cool. Wat gaan we anders doen? Boy, dit is wel typisch bij. Zo zie ik dat we niks knippen. We knippen niks. Ja, ja, op zich. We zitten er live in. We knippen letterlijk niks. Voor de mensen die nog zijn aan kijken, bedankt voor mee te volgen. Ik praat dicht bij deze camera, dat je dat weet. Bolt niet terug. Hè? Nee, die bolt niet terug, denk ik. Ja, misschien dat. Doe gewoon die hele file niet weg, hè. Nee. Pas op dat je alles verwijdert, dat leuke babbel. Ik ga nu beginnen. Dat hoort terug helemaal naar onderwerp. Oh, dat krijg je niet terug. Nee, we gaan gewoon afsluiten. Ja, super. Doe maar. Youssef, bedankt voor te komen. Ja, ook zo. Dat was eindelijk aflevering. Me echt geamuseerd. Ja, toch? Ja, Youssef zegt dat hij zich echt heeft geamuseerd. Youssef zegt dat de leukste podcast is waar die is geweest. Dat is echt ja. Hey, ik nodig jou op een barbecue. Zeker, hè? Youssef wordt uitgenodigd op een barbecue. Voor de mensen die nog zijn aan het kijken of zijn aan het luisteren, bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter, abonneer. Ja. We zijn ook op Spotify te beluisteren, op YouTube te bekijken, op TikTok een kleine content te vergaren.
Mensen, gaan allemaal naar daar. Ja. En Youssef, zijn dingen zullen ook in de beschrijving staan, zijn gegevens. Youssef heeft nog heel leuke projecten in de media. En in zijn gevechtsport en zo. Dat gaat nog een legende worden. Dus voor de mensen die dan kijken, ga daar zeker naartoe. Als je er nu bij zit, is het nog vroeg. En happy Ramadan voor iedereen. En fijne Ramadan. Inderdaad. Niet te veel luisteren naar de etenconversatie als je nog niet hebt gegeten. Inderdaad. Ja, dat was God eigenlijk. Die heeft de audio gestopt toen we over eten wilden praten. Ja, die zegt, die zijn aan overdrijven, die man.